Goedenavond. Welkom bij, bij de KVS jaarlezing. Ik moest dicht bij het microfoon staan, niet zo dicht. Welkom bij de KVS jaarlezing die we samen organiseren met de BAAI. KVS is de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, oftewel de Economenclub in Nederland. Wij organiseren dit ieder jaar. U kunt ook lid worden van de KVS. Dat kan via de website van ESB. En daar vindt u de button Hoe word ik lid? We hebben vanavond een lezing van Harry Garretsen over globalisering. Laura van Geest en Nienke Omens gaan daarop reflecteren. En daarna is het debat met de zaal. En dat debat wordt begeleid door Hella Huuk. En ik wil haar eerst het woord geven voordat we beginnen met de lezing van Harry. Ja, dankjewel. Verstaanbaar? Ja, prima. Ja, welkom allemaal. Mijn naam is Helle Huuk. Ik werk bij het Financiële Dagblad. Welkom bij deze avond over de invloed van Brexit en Trump op de internationale economie. Ja, misschien zijn zij ook wel het resultaat van de internationale economie. Ik kom net terug uit Den Haag. Daar had ik een interview met de baas van de CES. Dat is een hele grote techbeurs in Las Vegas. Een hele ontzettende vrij marktdenkende man. Die zat echt zo van Europa maakt zichzelf helemaal kapot met privacy en al die regelgeving en die belastingdruk. En hebben wij hier in Amerika beter geregeld? Nou. En die had toch ook zoiets van wat er is gebeurd met die verkiezing met Trump. Over 2 jaar is het allemaal wel weer anders en dan komt het allemaal weer goed. Dan denk ik, nou, ik weet het niet zo goed. Ik weet het nog niet zo goed. Dus we gaan het zien vanavond. Want hoe kan het toch eigenlijk? Ik liet aan die man ook de buienradar zien. Ik zei, ja, we hebben code oranje in Nederland. Het gaat allemaal heel hard regenen. Het interview was afgelopen. Ik zei, ik moet nu heel snel terug naar Amsterdam. Ik moet daar een debat leiden. En het gaat toch regenen? En die man die zei toch, ja, maar je had toch die fantastische app. Jij zag het toch allemaal al lang aankomen. Toen dacht ik, ja, daar hebben we misschien wel hij doet het niet, hè? Of wel? Ben ik verstaanbaar? Toen dacht ik, ja, dat is het misschien wel, hè? Eigenlijk zie je misschien wel de tekenen. Dat dingen aan het veranderen zijn. Maar dan misschien wil ik wel helemaal niet geloven dat het zwart gaat regenen. Want ik wil het ontkennen. Ik wil het gewoon niet weten eigenlijk. En misschien is dat in economenland ook wel een beetje zo. Dat we allemaal wel heel erg naar onze modelletjes zitten te kijken. Goed. De Excel-sheet zegt toch dat het zo en zo is. En dat dit een verstandige keuze is. Potjondori zeg. Waarom stappen die Britten er nou uit? Dan moet je toch echt een stom rund zijn om dat te doen. Nou, daar gaan we het vanavond over hebben. We trappen af. Het wordt eerst een uurtje gewoon lekker achterover leunen. Dat mag ook wel na een dag hard werken of wat je anders dan ook maar hebt gedaan met je dag. We hebben een aantal lezingen met een korte Q&A. Als je inderdaad daarna een vraag hebt, dan zou ik zeggen, schiet hem erin. Maar het gesprek daarna, dat zal veel meer ruimte hebben voor vragen vanuit jullie. Dus ik zou zeggen, na elke presentatie zou ik even 2-3 vragen, brandende vragen die jullie hebben, even willen behandelen. En dan lekker door naar de volgende. We trappen af met Harry Garretsen, met het openbaar vervoer uit Groningen. Hoogleraar internationale economie en business. En hij zal het onderwerp even fenomenaal neer gaan zetten. Daar ben ik van overtuigd. Harry, aan jou het woord. Dat is de titel van mijn verhaal. Dus ik heb van de organisatie een half uur gekregen. Ik zal ook opletten dat ik niet meer gebruik dan dat. Anders word ik bekijkt van een signaaltje. Dus mijn verhaal, ik ben zelf econoom uiteraard, anders stond ik hier niet. Dus wie van jullie of u heeft ook economie gestudeerd? Ja, dat hoopte ik al, dat antwoord. Want het komt goed uit voor mijn verhaal, zal ik zo duidelijk maken. En wij hebben dan, al die mensen die economie hebben gestudeerd, we hebben dan geleerd, denk ik, dat globalisering. Vanavond bij mij is dat vooral internationale handel. Ik heb mij moeten beperken, dus over arbeidsmigratie zal Nienke iets zeggen. Over kapitaalmarkten kunnen we het over hebben in de discussie. Maar in mijn verhaal ga ik het vooral hebben over de globalisering in de vorm van internationale handel. Omdat daar nu de meeste discussie ook over is. En ik ga het ook hebben over een beetje proberen tot zelfreflectie. Van wat zeggen onze leerboeken en wat zit waarschijnlijk standaard in een hoofd als een willekeurige burger aan ons vraagt. Is die globalisering wel goed of niet? En met dat standaardverhaal is iets mis, denk ik. En daar geef ik wat redenen voor. En die geven misschien aanleiding tot, hoop ik, tot discussie. Dus de achtergrond is dit. Als je als econoom
bent opgevoed met leerboeken over internationale handel, dan begrijp je dit soort plaatjes toch, als je heel eerlijk bent, met de deur die nu dicht is. En wij economen onder elkaar begrijp je dit niet zo goed. Want ja, globalisering, daar worden we allemaal per saldo. Er zijn aanpassingskosten, maar uiteindelijk is het idee dat we er allemaal beter van worden. Dus waarom dan dit? Ja, dit is een cover van die Economist van ongeveer een jaar geleden. Dus een centrale vraag voor mijn verhaal is, als globalisering, meer internationale handel, per saldo de welvaart vergroot, als dat het idee is wat wij allemaal geleerd hebben, waarom dat toenemende verzet in algemene zin, waarom willen we Europese integratie of economische integratie terugdraaien, Brexit, daar gaat Laura mee over zeggen. Waarom hebben we misschien een hernieuwde handelsoorlog, waarom hebben we überhaupt Trump, wat Hella al zei, en waarom hebben we steeds moeizamere handelsakkoorden, hè? Waarom dan toch? En de economenreflex, ook van mijzelf, is dan meestal, we leggen het u nog één keer uit. We leggen u nog één keer uit waarom u zich geen zorgen over te maken, waarom het eigenlijk allemaal goed is en dit eigenlijk geen niet echte problemen zijn. In ieder geval, dat varieert misschien per land, maar uiteindelijk niet. We leggen het u nog één keer uit. En waarom, wat leggen we dan uit? Dus wat is het eerste punt van mijn verhaal? Wat is dan het standaardverhaal wat als het ware in onze genen zit als we economie hebben gestudeerd? Nou, daar kom ik eerst op. En dat verhaal is belangrijk. Het gaat terug tot David Ricardo in 1817. Maar de wereld is inmiddels veranderd en daar geef ik een paar voorbeelden van. De rest van mijn verhaal, dus zonder naar volledigheid te streven, zeg ik dat er is wel iets aan de hand. En misschien is het in de VS meer dan in Nederland, daar gaan we in de discussie dan ook wel op in, denk ik. Maar er is wel iets aan de hand. Dan kunt u, en het lijstje mag u zelf aanvullen. En die zes punten ga ik illustreren en dan zijn de conclusies en die hopelijk tot enige discussie leiden. Dus wat is het verhaal wat wij leren, of wat we geleerd hebben? Nou, dat is ongeveer dit, daar kan ik meer over zeggen. Het dominante verhaal is het verhaal van comparatieve voordelen. Hè? Als elk land zich specialiseert in waar dat land het beste, relatief het beste in is, dan profiteren alle landen die aan het spel meedoen van internationale handel. En dat staat 1817, want toen schreef David Ricardo zijn beroemde boek waarin dit idee wordt uitgelegd. Hè? Dus ook al ben je als Nederland in absolute zin qua productiviteit in zijn verhaal slechter dan de VS, als de VS in een aantal dingen heel erg goed is, dan kunnen wij in dat waar wij dan iets minder slecht in zijn, nog steeds daarin ons van specialiseren. En zijn zowel de VS als Nederland beter af met internationale handel. Nou, specialiseren volgens comparatieve voordelen, dat in een Amerikaans tekstboek betekent dat, staat er dan altijd, moet Michael Jordan, als het een oud tekstboek is, tegenwoordig staat een andere sportheld, zijn eigen gras maaien. Misschien kan hij dat namelijk wel heel goed, dus bij ons zou ik zeggen, moet Messi ook het grasveld van Barcelona maaien? Misschien kan hij dat wel heel goed. Comparatieve voordelen zegt dat het misschien toch beter is dat hij dat overlaat, die eigenlijk aan iemand die slechter is dan grasmaaien, maar zich helemaal op het voetballen toelegt. Ja? Het leerboek is dikker dan dit, maar dit is ongeveer wel het verhaal. Ja? En als voetnoot in dat leerboek hebben we een stolp op Samuelson-theorema, wat vorig jaar nog aandacht kreeg in The Economist ook. Oké, er zijn verdelingseffecten. Sommige groepen worden harder geraakt dan andere, maar per saldo is het goed, internationale handel. Dat was ook de basis voor het debat. Wat we doen de zaken 20 jaar later, hebben we dit debat in de jaren 90 ook al enorm gevoerd. En toen was er Are Your Wages Set in Beijing? Dat was in de jaren 90 een enorm paper van Richard Freeman. Dus worden onze lonen uiteindelijk, zoals Ricardo voorspelt, gelijk geschakeld met die in China. Tenminste voor de factor, in dit geval laaggeschoolde arbeid met name, waarmee dan met de Chinezen concurreren. Consensus was toen, nee, nog niet. Handel is niet zo belangrijk. De schurk was toen meer technologische vooruitgang die dat zou verklaren. Dat was ongeveer waar we waren. Toen kregen we de crisis en dachten een tijdje sinds 2008 aan andere zaken. En nu is dat debat in volle hevigheid weer terug. Dus vroeger, dat is dus David Ricardo, inclusief ook Jan Timberg, die belangrijke empirische bijdrage heeft geleverd aan de internationale economie. Vroeger duurde ongeveer tot 1990. Dus 1817, Ricardo is een briljant idee. Hebben wij allemaal geleerd, de meeste mensen die hier zitten. En dat was ook ongeveer de wereld tot de jaren 90. En mijn stelling is dat sinds die tijd zijn er een aantal zaken veranderd die wel tot nadenken stemmen. Of je er heel ongerust van moet worden voor Nederland of voor het VK of voor de VS, dat is wat anders. Dat oude model, globalisering, meer handel, is zowel in statische als dynamische zin, korte termijn, lange termijn, welvaartsverhogend, met oplosbare verdelingseffecten. In termen van lonen, die modellen veronderstellen sowieso vaak over volledige werkgelegenheid, dus een werkloosheidsprobleem is er niet. Terugdraaien van economische integraties per definitie kostbaar. En inzetten op verdere handelsliberalisering zou goed zijn. Nou, Laura gaat aan mijn jullie beide namen staan er, maar dat was omdat ik dit maakte voordat ik zag wat jullie echt hebben gedaan. Laura gaat er zeker op in. Nienke gaat iets meer hebben over de arbeidsmarkt. Maar daar kom ik zo nog op.
Ja, dus okay. Als dit het verhaal is, en hopelijk herkent u, hè, Ricardo, comparatieve voordelen, het Heckscher-Ohlin-model. Ja? Vaag dat er iets rinkelt. Nou, dat is de oude wereld en dat heeft een helder verhaal. En waarom toch, ondanks dat we het nog één keer uitleggen, waarom geloven ze ons niet meer? Nou, ik denk dat er een aantal redenen voor zouden kunnen worden aangevoerd. Die heb ik hier, 6, hè, zei ik net al. 1 is, de handelswereld is veranderd. Dus de wereld van 1817, dat model wat het heel een tijd lang goed gedaan heeft, is pas minder op 2018. Zal ik kort illustreren. De aanpassingskosten zijn onderschat. Hè, dus weliswaar mag het zo zijn dat we uiteindelijk beter af zijn met internationale handel, maar er zijn forse aanpassingskosten in sommige landen. De verdelingseffecten zijn groter. Die zijn niet alleen in termen van lonen, maar ook in termen van werkgelegenheid aanwezig. Dat sluit aan bij slides die ook Nienke nog zal laten zien. Verdelingseffecten zijn denk ik vooral ook minder voorspelbaar. Dat zal ik ook illustreren. Maar wat ik daarmee bedoel, allemaal even vroeger, dat was dus voor 1990. In de Nederlandse verhouding had je dan pech als je internationale concurrentie, als je in Twente in de textiel werkte. Dat was vervelend. Want dat bestaat niet meer. Hè? Ten Kate en al die, daar is niks van over. Maar het was ook heel erg duidelijk wie de wanneer iets te vrezen had van globalisering en wanneer niet. En die voorspelbaarheid is minder. Het moderne van slachtoffer van globalisering is misschien de accountant. Maakt niet uit bij welk bedrijf je werkt, in welke sector. Maar als jouw taken gestandaardiseerd kunnen worden en deels kunnen worden geoutsourced, ben je overal de klos als accountant. Ja? Dus minder voorspelbaar. Ik denk dat het ook belangrijk is om te zeggen dat wij meer aandacht zouden moeten geven. En dat zal ik ook illustreren aan andere factoren dan economische. Met name politieke en psychologische factoren. En het heeft iets te maken met het verzet tegen globalisering. Dus die man met zijn hand omhoog. Aan al dan niet daadwerkelijk, dan wel vermeend verlies aan autonomie. Oké, 1. Baldwin. Dat is een boek, Great Convergence. Richard Baldwin is een Zwitsers-Amerikaanse econoom. Die heeft dat boek geschreven, dus ik heb nu een paar slides gejat van hem. Dit is de eerste. Het is een heel mooi plaatje. Dus u ziet hier ook, dat houdt op. Ik zei 1990, zit er 3 jaar naast. Hè, over 200 jaar is het niet zoveel. Dus de oude globalisering is een wereld waarin de G7-landen van de wereld steeds groter worden in de wereldeconomie. Dat zijn de landen die in het oude model profiteren van internationale handel. U ziet, dit is het wereldinkomen en dan zie je het percentage, dat zijn die puntjes van de G7. Hoe groot is de G7 als totaal in de wereldeconomie? Dat zie je toenemen tot bijna 70% op de piek. Ziet u dat? Oh, ja. En daarna daalt dat in hele korte tijd fors. Ja, dat is 20 jaar. Of 10 jaar, sorry. Nee, 20 jaar bijna afgerond. Van zo'n 70 naar. Nou, dat is dus de opkomst van China onder andere. Dus in de verdeling in de wereldeconomie is iets aan de hand. Ja? Wat is dat dan? Nou, dit. Oude globalisering, dus dat is Ricardo links. Dat noemt Baldwin first unbundling, oftewel eerste ontkoppeling. Gaat over dat internationale handel ontstaat op het moment dat eindproducten die in een land worden gemaakt ook aan het buitenland kunnen worden verkocht. Dat is, dus als je met elkaar concurreert als landen, dat is die rode pijl links onderaan, concurreer je op het niveau van goederen die je maakt, finale goederen. Wat er veranderd is in de nieuwe globalisering volgens Baldwin, dat landen en bedrijven uit landen, dus Chinese bedrijven versus Nederlandse bedrijven, niet langer per se meer alleen maar concurreren op dat eindniveau, maar juist ook op het tussenniveau. En dat heeft met outsourcing te maken, met fragmentatie van het productieproces. Dat niet meer het hele product wat jij als Nederlands bedrijf maakt ook in Nederland wordt gemaakt, maar een deel wordt in het buitenland gemaakt. En dat importeer je. Ja? Toeleveranciers, intermediaire handel. Dat is een andere wereld. Dus concurrentie vindt op een heel ander niveau nu plaats. Veel meer binnen de organisatie, op onderdelen en niet meer alleen op eindproducten. Verandering 1, hè? Dat is niet wat Ricardo zei. We hebben niet geleerd. Zo. Het heeft ook te maken met technologisch vooruitgang. Dat proces van fragmentatie, opknippen van de productieketen, wordt mogelijk gemaakt omdat handel steeds meer samengaat met technologisch vooruitgang. Vroeger, in de jaren 90, was het debat nog handel of technologisch vooruitgang als kwaad fenomeen. We dachten dus technologisch vooruitgang. Nu zijn die fenomenen soms bijna niet meer van elkaar te onderscheiden. En zijn handel en technologische vooruitgang min of meer verweven. Nieuw element. Dat leidt tot dit. Het is een plaatje wat ik heel graag gebruik. Dit is een Volvo, ik weet niet eens welk model. Dit is een Volvo en het hele verhaal, ik weet niet of u dat kunt lezen, helemaal achterin. Maar het hele idee is, die Volvo wordt overal gemaakt, maar niet in Zweden. Ja? Dus kijken wie er ook goede ogen heeft. Dus, Nederland telt oranje, spreekt ook een woordje mee, ziet u dat of niet? Zo'n prijsvraag dit. Voor de mensen achterin misschien zonder bril is het heel lastig, maar heeft u iemand al gezien? Ja, goede ogen ook. Ja.
Dus wij, Nederland blijkbaar wordt voor dit model, of werd voor dit model, een de achterbumper voor de Volvo in Nederland geproduceerd. Dat is wat daar staat. Ja? Maar er staat vooral heel veel niet-Zweden. Dat is precies dit proces, hè, dit. Je hebt een eindproduct, een auto, en het wordt overal ter wereld deels geassembleerd en in elkaar gezet. En niet alleen, overigens alleen maar in China, dit zijn heel veel andere Europese landen dan Zweden ook. Oké, dus punt 1. Punt 2. Als we ons dan moeten aanpassen, hè, er treedt een nieuw land toe tot de wereldeconomie, China bijvoorbeeld. Wat is er dan anders dan ons standaardmodel, dan ons eerstejaars leerboek? Om te beginnen dat die aanpassingsprocessen vaak veel langer duren. Als u nog heel goed weet wat u in uw eerstejaars leerboek internationaal ooit heeft gehad, dan is het dat handel balanced is. Dus als wij ons specialiseren, gaan wij iets meer doen van het één. Maar dat wordt gecompenseerd omdat China iets anders gaat doen wat wij dan niet meer doen. Maar dat heft elkaar qua effect op. We krijgen reallocatie tussen sectoren. Werkgelegenheid blijft volledig. Persistente handelstekorten of overschotten zijn er eigenlijk niet. Nou, die zijn er dus wel. Dit is bilateraal. Hier, dit is waar Trump dus over tweet. Tenminste, ik weet niet of hij het bewust doet, maar hij heeft het hierover. Over dit plaatje en hoe die hiervan. En wij kunnen natuurlijk als econoom allemaal zeggen. Ja, maar daar heb ik zelf ook stukken over geschreven. Hij begrijpt de handelstheorie helemaal niet. Je moet helemaal niet naar bilaterale tekorten. Nou, wat zegt dat nu? Nou, het punt is wel, als je eerlijk bent, dat in onze eigen modellen dit ook een probleem is. Dat komt namelijk niet voor. Ja? Dus persistente, enorme, toenemende verschillen. Dat één land veel meer weet te exporteren dan het andere. Wijst erop, in dit geval, dat de aanpassing in de VS misschien minder soepel verloopt dan je zou denken. Dat zou een teken kunnen zijn. Maar goed, dat is niet in ons standaardmodel het geval. Verdelingseffecten. Dit plaatje kent u misschien, is heel beroemd inmiddels. Dit heet de olifant van Branko Milanovic. Omdat dit plaatje lijkt, er is ook weer kritiek op geweest, maar het plaatje lijkt op de olifant. Wat u daar ziet is voor 1988 tot 2008, dus 20 jaar, dus de groei in het wereldinkomen. Dus dit zijn de decielen, de horizontale as van de totale wereldbevolking en wat iedereen verdient. Dus de deciel, dat is de 10% en daaronder van in de inkomensverdeling. En wat je ziet, waar zit de groei met name? Nou, dat kunt u zien, dat is dat middenstuk. En wie zijn dat in de wereldbevolking gezien? Dat zijn de Chinezen en de mensen in India. Ja. En wat is rechts, helemaal rechts bovenaan? Dat zijn de gelukkigen zoals wij, denk ik. Hoogopgeleiden in landen als Nederland en de VS. En wie zijn de klos? Wat is het begin van de slurf, als u mij volgt in dit plaatje? Dat is de wat armere middenklasse in landen als de VS. Dus verdelingseffecten die zijn er niet alleen binnen landen, maar ook enorm door globalisering tussen landen. En van zo'n plaatje kun je overigens, als je een globalist bent, of hoe je dat noemt, best blij worden. Want heel veel mensen zijn er dus een stuk overigens op vooruit gegaan. Dat zou mijn conclusie zijn. Maar je begrijpt ook in landen als de VS, die met name rond dat 70e tot 80e deciel, dat is de arme middenklasse in de VS, in de wereldbevolking gezien, relatief rijk ten opzichte van India en China, maar qua inkomensgroei ongeveer op de nullijn al 20 jaar lang. Ja? Dit is de moderne variant, want hij heeft heel veel kritiek gehad op dat plaatje, Milanovic, maar dit is de laatste die ik ken. En die drie blauwe balletjes, dat is de Amerikaanse middenklasse ongeveer, of de lagere middenklasse. Het beeld blijft ongeveer hetzelfde. Hè? Dus Oké, ik zou dit geen olifant meer noemen, maar het beeld is hetzelfde. Dat zijn de lonen. Dan de verdelingseffecten als het om werkgelegenheid gaat. Hè? Dus verdeling kan zijn als een econoom, dus je hebt altijd prijs en hoeveelheid. Of een effect zit in de prijs, in dit geval het loon. Nou, die effecten zijn er deels, zeker voor landen als Amerika. Of ze er voor Nederland zijn, daar zijn we mee bezig. Dat wil zeggen, het CPB is daar ook mee bezig. Daar gaan we het in de discussie vast erover hebben. De werkgelegenheid is dus het hoeveelheidseffect. Is dat effect er ook, ja of nee? Volgens het standaardmodel, dus dat model van Ricardo, is dat effect er eigenlijk niet. Want als er al een effect is, is het tijdelijk en zit het in de lonen. In de zin dat op het moment dat China tot de wereldeconomie toetreedt met heel veel relatief laaggeschoolde arbeid, dan zijn relatief qua lonen de laaggeschoolde arbeiders in landen als Nederland en de VS de klos. Dat is waar, maar ze verliezen niet hun baan, want ze gaan naar een sector waar we dan een competitief voordeel hebben. Ricardo, ja. Wat zien we als we naar de arbeidsmarktontwikkelingen gaan? En dit is werk van Maarten Groos en Anna Salomons, maar ook Bas ter Wil heeft daar belangrijk werk aan gedaan. Als je het naar verschillende groepen gaat kijken, zie je dit fenomeen in heel veel landen. Dit is voor een aantal Europese landen, blauwe balletjes. De EU als gemiddeld is dat ruitje en Nederland ziet u als blokje. En dit is verdeeld over de verdeling in werkgelegenheid tussen drie groepen, laaggeschoold, middengeschoold en hooggeschoold. En wat je in alle landen ziet, één of twee uitzonderingen na, is dit effect, het verdwijnende midden.
verdwijnen het krimpende midden qua aandeel. Je ziet in verdeling van de werkgelegenheid, als je hogeschool bent, dat zijn wij, wij zijn de gelukkigen op deze wereld, dan zit je goed. Als je lager school bent in toenemende mate qua werk, ik heb het hier niet over beloning, maar over of je een baan hebt, ook, en waar de krimp zit, dat is in de middenklasse, dat is voor het eerst. Dat is ook nieuw. Die mensen stemmen ook, snapt u? Dus dat zijn de mensen die voor het eerst nu worden geraakt door dit soort effecten. Of dit door globalisering komt, overigens, dat bewijs ik hier natuurlijk niet, maar het valt ongeveer samen met de periode van de opkomst van China en allerlei andere landen. Het zou ook heel goed door technologische vooruitgang kunnen komen, maar dat is niet de associatie die de meeste mensen daarbij hebben. Trump niet. Trump wil een muur bouwen tussen Mexico en de VS. Geen muur tegen robots. Ik weet niet hoe je dat moet doen, maar dat is, ja? Dit gaat over, dit wordt geassocieerd met globalisering. Ook nieuw. Niet in ons standaardmodel. De studie die echt spraakmakend is geweest, is ook kritiek op geweest, maar toch wel spraakmakend is van auteur David Dorn en Gordon Hansen uit 2016. Die paper heet ook de China Shock. Die gaat specifiek over het effect van toenemende importen in de Amerikaanse economie op de Amerikaanse werkgelegenheid. In het standaardmodel zijn die werkgelegenheidseffecten er niet. Waarom niet? Omdat als de ene sector krimpt door handel, omdat de Chinezen dat beter kunnen, dan groeit er een andere sector waarin de VS een relatief comparatief voordeel heeft. Dat is het verhaal. Oeps. Dus die werkgelegenheidseffecten zou je eigenlijk niet verwachten. Blijken er wel te zijn. In hun model komt dat omdat bijvoorbeeld de arbeidsmobiliteit binnen de VS al niet perfect is. Binnen Europa bestaat die, zullen we straks cijfers overzien, al helemaal niet. Dit komt bijvoorbeeld omdat het weliswaar zo is dat er in Seattle een fabriek sluit, of in Detroit, nog een beter voorbeeld misschien, wellicht door concurrentie uit China. Wellicht is er een potentie, ook werkgelegenheid in Florida, waar dan een sector groeit, maar mensen gaan er niet, om welke reden dan ook, niet heen. Of niet in de 1-op-1 mate die we gemakshalve in de, ik leg het u nog één keer uit, reflex, veronderstellen. Ja? Dus dit moeten we ons toch het hoofd overbreken. Dat is die pijl, dat betekent alleen maar dat dus daar staat imports uit China. En wat heeft het effect op de werkgelegenheid? Doet er verder niet toe hoe dat precies geschat is. Mijn punt is, daar staat iets significants, wat ik niet had verwacht als ik bij mijn Ricardo-verhaal was gebleven. Onvoorspelbaarheid. Of de effecten nu groot of klein zijn in loon of in werkgelegenheid, of ze anders zijn, al die dingen die ik al een beetje kort heb verteld. Wat zijn denk ik in ieder geval zijn, is onvoorspelbaarder. Dus dan kun je op allerlei manieren introduceren. Dit is een cartoon. Waarin het komt uit een Amerikaans blad, maar het zou ook over Europa kunnen gaan, waarin een docent aan zijn of haar studenten uitlegt, dat mensen met een hoge opleiding tegenwoordig ook zich moeten afvragen of ze nog wel een baan hebben, omdat er immers concurrentie is uit andere landen en dat de overheid voor je moet zorgen. En dat wordt het nieuwe normaal genoemd. Het probleem is denk ik dat, wat ik al net zei over die middengroepen, dat dit verhaal kennen wij, maar vroeger ging dat over de textiel in Twente. Nu gaat het in zekere zin in toenemende mate ook over ons. Of dat kwantitatief al heel veel voorstelt, interessante discussie. Het leidt in ieder geval tot de perceptie dat er iets aan de hand is en dat de baanonzekerheid bij heel veel mensen, denk ik, ook al hebben ze nog gewoon de baan die ze hadden en hebben ze die misschien over 10 jaar nog, de onzekerheid dat dat bedreigd zou kunnen worden, of door globalisering dan wel door technologische vooruitgang, maar dit vanavond gaat over globalisering, die is nieuw voor mensen die hieronder worden genoemd. Ja? Misschien ook wel voor mijzelf. Ik zal het niet op u betrekken, maar laat ik het op mijzelf betrekken. Ik sta nu door globalisering en door gecombineerd met technologische vooruitgang, heb ik binnenkort concurrentie van hoogleraren economie uit Harvard, die ook een cursus kunnen aanbieden waar studenten zich op kunnen inschrijven in plaats van bij mij. Ja? Dat kon een aantal jaren geleden nog niet. Baldwin, zijn naam noemde ik al, die heeft denk ik, om nog één keer een slide van hem te gebruiken, die zei, the rage is rational, dus de woede van veel mensen of tegen dat verzet met die hand, of het nou kwantitatief allemaal al precies klopt, er is iets aan de hand. En dat heeft ermee te maken dat de effecten van globalisering minder aanwijsbaar zijn, dat het alleen de lage scholen en alleen een specifieke sector betreft met een hek eromheen. Het is diffuser. Het is onverwachter. Het is meer op individueel niveau. Je kunt bij een bedrijf werken en een bepaalde opleiding hebben gedaan en jurist zijn en geen enkele last hebben. Je kunt je oude studievriend, die ook recht heeft gestudeerd, kan een functie hebben die wel outsourcebaar is. En is hij wel de klos en jij niet. Dat wordt vrij onvoorspelbaar dan. Dus no matter what jobs or skills you have, you don't cannot be really sure of your job, where your job will be next. Dat is natuurlijk het punt van de onzekerheid in de woorden van Baldwin. Oké.
Zo, zijn er tussendoor al vragen overigens? Of u? Nee, dan ga ik rustig door. Ik heb 4 punten gehad. Een ander punt wat ik wil illustreren is dat wij als economen... Hebben ook mensen ook psychologie gestudeerd die hier in de zaal zijn? Hey. Nou, het wordt helemaal uw avond. Politicologie ook? Ja? Ook uw avond nu? Ja, ja sowieso. Ik was al helemaal naar uw zin. Ja. Oké, nou moet dat weer niet te gezellig worden. Dus, dit gaat over Brexit. Zal ik over die achtergrond heb ik zelf ook onderzoek. Er valt over de economische impact heel veel meer te zeggen. Zult u zeggen, als ik zo weer naar een ander web, waarom zei hij daar niet meer over? Nou, dat is omdat ik weet dat Laura daar uitgebreid op ingaat. Met hele mooie nieuwe cijfers. Met hele relevante cijfers ook. Die bijvoorbeeld laten zien dat de import, of het effect van Brexit op de economie van het VK fors is. Dat komt daaruit, in negatieve zin. En de vraag is dan, waarom doen ze dat dan toch? Daar kom ik zo op. Is er voor Brexit overigens, om een bruggetje te maken waar ik in mijn verhaal gebleven was, rechts staat de uitslag van Brexit, dat is per district. Dus blauw is, ik ben kleurenblind, die moet me even helpen. Leave. En die andere kleur is, ja. Dus die twee kleuren. Ik kan me nu alles wijs maken. Maar die blauwe kleur, dat zijn dus de districten waar de meerderheid van de mensen voor Leave heeft gestemd. En die andere kleur is dus waar ze voor Remain hebben gestemd. Hè? Dus dat zie je, dat is een beetje verdeling. Schotland heeft allemaal massaal voor Remain gestemd. Londen en daaromheen, waar de cosmopolieten wonen en zo, die hebben dus ook voor Remain gestemd. Nog een paar universiteitssteden, maar ook heel veel blauw. De rest van Engeland is eigenlijk blauw. Nou, dat heeft tot die 52-48% uitslag geleid. Er is ook wel een link met globalisering. Als je dat met China bijvoorbeeld, want links staat die variant van die auto Dorn Hansen-studie voor de VS, weet u nog, een paar slides geleden. Effect. Dat hebben ze inmiddels, twee andere economen hebben dat ook voor het VK gedaan. En hoe donkerder de kleur links is, hoe meer last de economie van die regio had van Chinese importconcurrentie. Nou, er is iets van een correlatie, maar die is verre van perfect. Het is niet zo dat je eenduidig kunt zeggen dat regio's die zwaarder zijn getroffen of beïnvloed door globalisering in het VK, dat die alleen maar ook meer voor Brexit hebben gestemd, voor en andere. Dus er is wel een verband, maar verre van perfect, dus er is blijkbaar meer aan de hand. Ja, als je naar Brexit bijvoorbeeld kijkt. Bijvoorbeeld dit. Dit zal ik u uitleggen. Dit is een plaatje, als u niet kunt lezen, hier staat de Remain vote op de horizontale as. Leave vote staat op de horizontale as. En de afhankelijkheid van handel met de EU op de horizontale as en de verticale as is Leave. Ja? Dus bijvoorbeeld Lancashire, daar rechtsbovenaan, is een regio in het noordoosten van Engeland. Heeft massaal, hebben die mensen daar voor Leave gestemd, relatief. Maar het bijzondere is, als je er als econoom over nadenkt, is dat je denkt, wat zie ik er nog meer? Dat is een regio die bij uitstek afhankelijk is van handel met de EU. Dat wil zeggen, ze verkopen veel van wat ze daar maken aan de EU. Dat is een puzzel. Volgens de standaard economie, waarom in godsnaam stemmen ze daar nou voor? Economisch eigenbelang zou zeggen, dat moet je daar niet doen. Want je hebt veel te verliezen, want je handelt veel met de EU. Ja. Dus blijkbaar, nou, nu kom ik bij de psychologie, blijkbaar zijn er ook in het leven ook nog andere dingen dan economische factoren. En dat wil ik u kort laten zien, waarom het ook belangrijk is als econoom, hè, dat zijn de meeste mensen hier, ikzelf dus ook, om ook over andere zaken na te denken. En dat heet de Geography of Discontent, dat vind ik een mooie Nederlandse vertaling, de geografie van het ongenoegen. Dus als we het over globalisering hebben, speelt dit ook een rol. Als het over het verzet tegen Brexit gaat. Brexit is een onderdeel van de globaliseringsdiscussie. En dat wordt de wraak van de plaatsen die er niet mee te doen. Regio's die er niet mee te doen. Dat zie je in het VS. Als je kijkt naar regio's die voor Trump hebben gestemd. Dat zie je in Duitsland. Als je naar Oost- versus West-Duitsland kijkt. En dat zie je ook in Italië. Dat is een bron van populisme. Daar heb ik nou allemaal niet zo'n tijd om in te gaan. Ik heb wel tijd omdat die politieke en psychologische component iets meer te illustreren door iets van, dus de enige keer reclame voor eigen werk. Ik heb recent meegewerkt aan dit onderzoek. Dit is het VK. En dat meet op grond van een enquête onder 400.000 mensen, dus best veel. Meet per persoon de persoonlijkheidskenmerken. Nou, in de psychologie heb je de Big Five. Openness to experience, agreeableness, extrovertness, conscientiousness. Dat zijn dat is de standaardmaat om de persoonlijkheidskenmerken van individuen te meten. Geen enkele discussie over. Dit onderzoek meet dat voor het VK. En wat u ziet is dat dit is voor openness to experience. Dat is de persoonlijkheidsfactor per individu. Die zegt of je
nieuwe ontwikkelingen van buitenaf, even kort door de bocht geformuleerd, als een kans of een bedreiging ziet door de bank genomen. En dat is waar dit over gaat. Nieuwe ontwikkelingen. Nou, blauw, dat zijn gebieden in Engeland waar de gemensten, die 400.000, voor zover ze daar wonen, scoren daar heel laag op. Meer rood is, zie Londen bijvoorbeeld, die er dan uit verbaast, misschien niet. Die hebben dus een vrij hoge scores daar. Er zijn duidelijke verschillen in het VK op die factor. Wat we hebben gedaan in het onderzoek, en hier ziet u al die regio's. Wij kunnen de openness to experience meten van andere individuen. Dat hebben we opgeteld per gebied, om het een beetje overzicht te houden. En daar is op de verticale as de remain vote. Dus op Hackney, dat is een keurige wijk, of een buurt, of een plaats moet ik zeggen, in Zuid-Engeland. Net zoals Kensington en Chelsea, daar wonen al veel rijke Russen ook, geloof ik. Die wijk, die scoren heel hoog op de remain vote. Maar die scoren ook hoog op openness to experience. Hè. Dus correlatie, geen causaliteit, maar dit is een interessant verband. En linksonder ziet u gebieden met een hele lage remain, dus een hele hoge leave vote, die heel laag scoren, relatief gezien, op openness to experience. Dat zijn vooral oude industriegebieden in het noorden van Engeland, niet alleen. En als je dit dan, zegt u, ja, dat is maar één factor. En als econoom hebt u ook geleerd, je moet dan multivariate analyse doen. Dus als je dit dan afzet tegen andere factoren die Brexit kunnen verklaren, economische factoren, dan blijken die big five, maar met name die openness to experience, blijkt heel hoog te scoren. Dus je kunt mensen dit wel inpeperen van, je kunt dit wel zeggen, waarom doe je dat nu? Maar de wereld is ingewikkelder dan dit economisch eigenbelang. Dat heeft ook te maken met hoe mensen in elkaar steken, heel plat gezegd. En wat je daaraan zou kunnen doen, als je daar iets aan zou willen doen natuurlijk. Ja, dat is dit. Nou zeg ik niet dat we alleen dit type onderzoek zouden moeten doen, maar als we willen begrijpen waar verzet tegen globalisering vandaan komt en ongenoegen wat ook een achtergrond heeft, zouden we als economen misschien ook iets meer ons best moeten doen om dat te meten en daar een vinger achter te krijgen of dat ook in onze verhalen mee te nemen. Waar we nou niet, gemiddeld genomen niet heel sterk in zijn. Oké, laatste illustratiepunt. Volgens mij heb ik nog 5 minuten. Ja? 10? Ja. Ja, maar ik kom ruim op tijd klaar. Het laatste punt is, wat ik uit mijn rijtje van 6, ik zal zo nog even kort herhalen, wat denk ik heel erg speelt, is het verlies in autonomie. Op 2 niveaus. Het eerste niveau is wat individuen ervaren als verlies aan autonomie in de wereld van globalisering. In hoeverre heb ik nog controle over mijn eigen economische lot? Dat punt heb ik eigenlijk al geïllustreerd. Daar zit zeker een kern van waarheid in. Als het over de onvoorspelbaarheid van effecten van globalisering gaat, met name in de VS bijvoorbeeld. Of als het ook gaat over werkgelegenheidseffecten. Ik bedoel, dat snap ik als econoom. Maar die autonomiediscussie speelt ook op het niveau van landen. En dus het hele idee wat onder veel burgers leeft, loss of control, bestrekken ze niet alleen op zichzelf, maar ook op hun land. Politici doen daar vaak aan mee. En die hebben ook, of je nou ter linkerzijde, dan zeggen ze, ja, helaas kunnen we niet zoveel meer, we moeten ons maar aanpassen aan de internationale economie. En ter rechterzijde zeggen ze, gelukkig, want dan kan die overheid niet meer domme dingen doen. Maar de analyse is een kern. SP'ers en VVD'ers verschillen wat dat betreft niet van elkaar. Dat is mijn stelling voor vanavond. We hebben hetzelfde beeld over de wereldeconomie. De een vindt het jammer, de ander is er blij mee. Dat is het verschil. Ja? En de kern is hetzelfde. Je hebt je maar aan te passen, helaas of gelukkig. En dan hebben we het hier over, hè? Ik geloof, het is niet zo'n scherpe foto, maar ik denk dat het, hij heeft zo'n onmiskenbaar hoofd, dat wil hij ook graag, qua haar. Dit is Boris Johnson met, dit was bij Brexit, en dit is denk ik een gevoel wat in veel landen leeft, los van de economische effecten, dat het hierover gaat. Je bent autonomie kwijtgeraakt, wij als land zijn autonomie kwijtgeraakt, dus die moeten we terug zien te nemen, herwinnen op die schurk van de globalisering. Als je nou goed naar de cijfers kijkt, en daar gaan we ongetwijfeld in de discussie ook nog wat over zeggen, hè, wat ik hier zeg, lot in eigen land. Als je nou goed naar de cijfers kijkt, dan zie je dat landen, dit is maar één voorbeeldje, hier staat voor heel veel landen, dat is moeilijk te lezen, het enige wat dit plaatje geeft per land is het verschil tussen zeg maar bruto en netto loon. Dus de Gini coefficient, de gelijkheid in inkomensverdeling voor en na belasting. En voor elk land is die na belasting kleiner dan voor, want iedereen doet een enige herverdeling, maar sommige landen veel meer dan ander. Dus het enige wat u hoeft te onthouden van dit omgevallen luciferdoosplaatje is dat die pijlen heel erg verschillend zijn tussen landen. Al die landen zijn open, hebben open grenzen. Blijkbaar overleven ze allemaal met toch nog hele andere keuzes als het gaat over hun belastingstelsel of over sociale zekerheid. Blijkbaar
is die autonomie, of is, je kunt zeggen, is het wel zo slecht gesteld met die autonomie? Zweden, die Volvo, is een enorm open economie, maar totaal ander land dan de VS. Om redenen die de Zweden waarschijnlijk willen en om redenen die de VS wil. Het is niet zo dat globalisering je dwingt tot een eenheidsworst. Van de politici die tegen u zeggen van ja, we kunnen bijna niks meer, is niet waar. Dani Roderick heeft dit soort dingen vaker beweerd. Dus vaak is de discussie globalisering, overheid. Ja, wat kan de overheid nog? Overheid, het is een bierviltje, een stuk van mezelf. Je hebt mensen die tegen globalisering zijn en hopen op een sterke overheid. Dat noem ik sociaal conservatief. Je hebt liberalen, die zijn heel erg voor globalisering, maar tegen de overheid. Zitten links onderin. En je hebt heel veel mensen die beide niet meer zo geloven en er naar rechtsonder zijn gevlucht. Terwijl we misschien soms iets meer behoefte hebben aan een verhaal dat er ook linksboven nog wel degelijk wat te doen valt. Dat is een opdracht ook aan politici misschien. Conclusies. Dit waren mijn 6 punten. Als je het afzet tegen het leerboek wat we allemaal, of de meeste van ons in ons achterhoofd hebben. De handelswereld is veranderd, daar moeten we over nadenken. Aanpassingskosten zijn misschien groter dan gedacht, zeker in de VS. Europa kunnen we een discussie over hebben. Verdelingseffecten zijn er wel degelijk, niet alleen lonen, ook banen. Verdelingseffecten, voor zover ze er al zijn, zijn in ieder geval minder voorspelbaar. We zouden niet alleen naar economische factoren, maar ook naar andere gebieden moeten kijken. En we moeten eens goed kijken wat dat zogenaamde verlies, dat let's take back control argument, of dat wel deugt. Waarom? Omdat met name dat laatste ook tegengas tegen 1 tot met 5 kan bieden. Op het moment dat je zegt, ja, dat valt bij, hoezo verlies en autonomie? Kijk naar al die verschillen die er nog zijn. Landen die floreren met hele verschillende keuzes over sociale zekerheid, openheid, belastingstelsels. Dat is ook een beetje een Roderick punt. Globalisering vraagt ook om juist misschien een actieve overheid in lijn met de preferenties van de burgers. Dus de econoom als handelsreiziger. Dus ik was begonnen met globalisering is goed toch? Hoe verkopen wij dat? Wij leggen het u nog 1 keer uit. Nou, dat is te makkelijk. Ik denk dat de nieuwe globalisering, die ik heel in vogelvlucht een beetje heb geïllustreerd, zowel voor wetenschappers, ook voor beleidsmakers, maar ook in het publieke debat iets zou moeten betekenen, meer dan het nu doet. Dus daarom is het goed dat we zo'n avond als dit analyseren of organiseren. Wat is dan dat lijstje van wat we zouden moeten doen? Ik denk die nieuwe globalisering, dat we begrijpen dat het veel fijnmaziger ingrijpt in de economie. Dat het veel meer gaat over taken dan sectoren. Veel meer de accountant versus de textiel. We moeten ook onze handelsstatistieken aanpassen. Dus al die verhalen over dat wij 70% van elke verdiende euro, dat we die in het buitenland verdienen met de export. Dat is allemaal heel veel doorvoer. Als je dat goed doet met die nieuwe globalisering, is dat nog niet eens de helft. Niet erg, maar het is een andere wereld. We moeten meer oog hebben voor aanpassingskosten en onzekerheid die er wel degelijk bestaat bij veel mensen. Niet-economische factoren en een herbezinning op de rol van de overheid. Dat is misschien heel goed voor de discussie om het daarover te hebben, omdat ik daar ook positieve kanten aan zie. En dit ben ik zelf met Jan Karstoken. En ik heb dus, mag ik maar 1 keer nog iets voor mezelf zeggen, een leiderschapscentrum, een onderzoekscentrum op het gebied van economie, management, waar wij dit soort dingen onderzoeken. Dus als u meer wilt weten, en ik zal de slides op mijn website zetten, dan kunt u ons daar ook over benaderen. Dat is een soort, dank u. Ik heb weinig opgelost, maar een aantal dingen geïllustreerd. En als laatste moest ik dit doen. Dank u wel. Dank je wel, Harry. Wie heeft er vragen? Ja, keurig. Ja, ik kom even naar je toe. Zeg even wie je bent. Krijg ik hem echt snel terug? Is het echt een vraag? Ja? Ik ben geen econoom, dus misschien daarin een uitzondering op alle anderen hier aanwezig. Maar ik wil wel een opmerking maken die misschien een andere invals opgeeft. Je schetst een aantal factoren, 6, en die illustreer je fantastisch. En tegelijkertijd verklaar je daar niet mee waarom ze ons niet geloven. Want er is onmiskenbaar waar wat jij vaststelt. Die 6 punten zijn onmiskenbaar waar. Maar de verklaring die ontbreekt, daar wil ik nog even horen. Wat nou is het gemeenschappelijk in al die 6 factoren die dan uiteindelijk ertoe geleid heeft dat wij ook niet geloofd worden als we economen hebben over globalisering? Dankjewel. Ja, moet ik dan meteen? De hamvraag. Dan mag je nog 5 minuten, Harry. 30 seconden antwoorden. Het eerlijke antwoord is dat ik dat ook. Het eerlijke, maar niet helemaal volledig antwoord is dat ik dat ook niet helemaal goed weet. Want, ja. Maar ik denk 2 dingen. 1 is dat wij als economen misschien iets harder van ons best moeten doen, zowel qua onderzoek. Maar daar zijn we ook druk mee bezig met veel van deze aspecten. Om een beter begrip te hebben hoe globalisering veranderd is. En dat het niet meer de oude reflex is van zoals dat in onze leerboeken staat. En dat we meer ons best moeten doen om daarover in debat en discussie te gaan met mensen die daar vragen over hebben. Omdat er dus wel iets aan de hand is. En economen hebben geen gelijk. Het gaat niet over of ik gelijk heb. Het gaat erom over hoe je denkt dat de wereld in elkaar zit.
En of je nou voor of tegen meer globalisering bent, vind ik dan niet eens een zozeer punt. Ik denk dat je op grond van de goede argumenten de discussie moet voeren en minder... Nou ja, wij misschien, laat ik bij mijzelf blijven. Dat ik merk bij mijzelf, maar nu even een hele kleine persoonlijke noot. In discussies waarin ik wel eens verzeild raak over globalisering, misschien vanavond, maar dan probeer ik die reflex een keer te onderdrukken, is dat ik heel snel in een positie zit dat ik meer handel of meer vrijhandel verdedig. Dus de reflex bij veel economen is in discussies vaak, als de andere partij met terecht of onrecht gaat niet om zegt van nou, moeten we daar niet eens paal en perk aan stellen, moeten we TTIP wel, moeten we dit wel, ik een hele lange reis met onderwerp maken, dan is de default optie van veel economen is, zeg maar, voor de voordelen van meer handel gaan staan. Dat is, en de nuance van dat het inmiddels ingewikkelder is en dat daar eigenlijk de discussie over zou moeten gaan, wat betekent dat, daar komen we dan vaak helemaal niet meer aan toe. Dus misschien is vanavond, zonder dat ik dan finale antwoorden kan of wil geven, die potentie wil ik helemaal niet hebben, ja, moeten we het daar maar over hebben. Dus daarom is de goede reden om daar vanavond, omdat het is goed dat u hier bent. Nee, hier word ik niet... Nee. Ik zeg helemaal niet wat u moet doen, of ik zeg helemaal niet dat u ongelijk heeft, wat u ook, ik weet helemaal niet wat u vindt. Ik heb helemaal niet gezegd, iets anders. Ik zeg alleen maar dat we met elkaar op grond van dit extra argument een betere discussie misschien moeten voeren, waar die toe leidt, weet ik niet. Ja. Maar zie je dan wel een herbezinning in de academische wereld, dat je er anders naar moet kijken? Ja, ik denk ben dat jij voor... hier een roepende in de woestijn? Nee, ik denk dat, wat ik hier dus... Laat ik één voorbeeld nog even terughalen dat u... Was het nou Baldwin? Hiervoor net. Oh, deze, ja. Deze. Dus Richard Baldwin is echt... Ik ben een hoogleraar, het is allemaal leuk, maar Richard Baldwin is een topper internationaal. Dus bij Princeton University. Kijk, hij zei dit. Dus daar staat, the rage is rational. Dat is een top-econoom die dat schrijft. Hij zegt het verzetten. Hij zegt niet dat het allemaal terecht is, maar hij zegt het komt wel ergens vandaan. Er is enige grond voor. Wat je daar dan vervolgens mee doet. Dit vind ik telling dat een top-econoom dit schrijft. Blijkbaar moeten we het ergens over hebben met elkaar. In plaats van de gemakkelijke ik ben voor of tegen argumenten die toch een beetje dit soort discussies vaak overheersen. Ik ben bijvoorbeeld voor of bijvoorbeeld tegen. Nou, dat ben ik niet. Nou, hij dus ook niet. Ja? Nee. Dankjewel. Is er nog een vraag? Nee, dan gaan we. Oh, ja. Toch nog eentje. Op de val. Ik kom even naar je toe. Gemeente Amsterdam, is de stap naar een wat breder welvaartsbegrip dan niet een eerste element hiervan, om dat vorm te geven, die overtuiging dat je anders moet gaan meten en op een andere manier geloofwaardig wordt? Nou ja, ik denk dat nu trekt u het misschien wel, en nu trekt u het ook wat breder over de geloofwaardigheid van sowieso, niet, dat zou ik zeggen, niet alleen de geloofwaardigheid van het onderwerp. Nou, ook daar zijn we overigens druk mee bezig, want daar gebeurt veel op het gebied van happiness studies en brede welvaart. Is vorige week nog een belangrijke, of 2 weken geleden, een belangrijke studie verschenen daarover, over dat brede welvaartsbegrip. Ik denk dat het voor dit onderwerp van vandaag de taart op beperkt van vanavond wel helpt, als je het welzijn van mensen, ook als je bijvoorbeeld die onzekerheid, de snelheid van mensen zich moeten aanpassen, veranderingen die op mensen afkomen, sectoren, of dan allemaal de globalisering komt, daar ervaren mensen alle iets van. Als je zegt dat het beïnvloedt ons welzijn ook, omdat het meer stress, onzekerheid, gedoe, ja, ik heb een iets andere discussie dan dat het alleen maar over puur over de hoogte van je loon gaat. Denk ik. Dus dat zou denk ik helpen in deze discussie. Ja. Dus ja. Ja. Oké. Okay. Nou, vooruit. Onze politoloog. Ja. Maar ook bedrijfskundige. En ik doe economisch onderzoek. Martijn van Vliet, ook gemeente Amsterdam. Ja, en de reactie hierop, ik denk in die brede welvaart, hoe je dat ook definieert, er speelt natuurlijk dat idee van controle over je eigen leven hebben en je eigen werk wel een heel belangrijke rol. Dus daar zie ik wel een link. Maar mijn vraag was eigenlijk, ik vond het een heel helder betoog, deels omdat ik ondanks mijn achtergrond deze literatuur wel lees. Maar ik zat even te wachten van, goh, wanneer komt Dani Roderick? Maar die kwam op het eind. Maar wat mij bij Roderick, bijvoorbeeld ook in de lezing die hij bij de Nederlandse Bank heeft gehouden, 2 elementen. 1, dat je eigenlijk helemaal niet zo verbaasd moet zijn dat er verliezers zijn in de globalisering, want dat volgt in feite al uit Ricardo. En ten tweede, je legt op het laatst zeg je van ja, andere rol voor de overheid. Maar hij, tenminste naar mijn mening dus, zeg als het niet goed is, als mijn interpretatie juist is. 1 zegt hij van eigenlijk, zeg je van ja, dat...
idee van volledige vrijhandel, daar moeten we toch een stapje terug. Juist om globalisering te redden. Hè. Dus hij, in mijn woorden zeg ik van, hij pleit eigenlijk voor een herstel. Nou, hij pleit voor een herstel van een Bretton Woods. Een ander, maar een nieuw soort Bretton Woods. Ja, ja. En ten tweede, daarin wordt dus die rol van de overheid, de handelingsvrijheid van de overheid, om op in je eigen land te regelen. En daarin moeten dus nieuwe instituties of nieuwe herverdelingsmechanismes worden ontworpen. Maar is dat dan niet een element wat ontbreekt? Want je kan wel zeggen, ja, de overheid moet meer zien naar Zweden. Punt. Ja, maar ik denk los van, dus wel ik pleit voor, met name hij pleit zich om in de handen, hij voert het vooral beperking van kapitaalmobiliteit. Maar goed, dat wordt ook aangeband bij de discussie. Ik denk dat, ik zie de rol van al los van, dat wou ik nog meer wil, dat vind ik niet zozeer, dat is een soort graduele discussie. Ik denk dat ook mijn stelling is dat overheden nog steeds veel meer kunnen dan wat veel mensen denken, wat ze te horen krijgen. En dat, maar dat is ook voor politici een moeilijker verhaal, want adel verplicht. Kijk, als je de positie inneemt, dan kunnen ze veel meer, of je nou links of rechts bent, ja, dan ben je al klaar. Dan kun je daar heel veel mee waar over doen. Maar als je zegt dat is niet zo, dan, dan is de bal, maar dan ligt de bal ook weer bij het beleid en politiek. Wat doen we dan? Dan gaan we blijkbaar nog ergens over. Of misschien wel over veel meer dan we denken. En is het niet alleen maar dat we de lonen moeten maken of de dividendbelastingen lijn moeten hebben, omdat er nou eentje om bij buiten, maar dat je dat maakt, blijkbaar is het veel genuanceerder dan dat als je ook andere landen vergelijkt. Maar dat is dan ook wel dan mag je ook de mensen op wie wij stemmen ook die vraag stellen. Dan zeggen dat, je hebt meer ruimte, wat doe je dan? Die is er nu al, die kan best nog wel wat groter als Roderick, maar dat is niet het principiële punt. Dank je, Harry, voor nu. We gaan dadelijk eventjes verder met de vragen voor de zaal. Voor nu, dank je wel, Harry. En dank voor de zaal voor de vragen van nu. Laura van Geest, directeur CPB. Vandaag kwam er een studie naar buiten over onze financiële stabiliteit. En wat ik er een beetje aan overgehouden heb, is dat het met Nederland heel goed gaat. Maar we zijn wel heel kwetsbaar voor gebeurtenissen van buitenaf. Kijk naar een Italië, kijk naar een rente, of die nou stijgt of daalt. Maar ook natuurlijk de Brexit die op ons afkomt. Ja, en wat zijn de kosten als we die integratie weer terug zouden willen draaien? Laura, aan jou het woord. Ja, dank wel. Leuk hier te zijn. Oh, wacht even. We zijn nu een beetje te snel door. Even. Nou, heeft een soort voorproefje alvast. Hier wou ik mee beginnen. Leuk hier te zijn. Mijn verhaal is een beetje het verhaal van een rekenmeester. Want de directeur is tenslotte de rekenmeester van de politiek, althans volgens de media. En ja, dan loop ik natuurlijk het risico nog één keer te vertellen hoe het zit. En is dat dan nodig? Nou, sommige debatten tijdens het Brexit-debat suggereerden met al dat fake nieuws dat nog wat feiten op tafel brengen toch ook niet helemaal overbodig was. Dus ik ga dit toch dapper doen. Ik vind het ook leuk dat we het gesprek hebben hier in Nederland. Want heel veel van de literatuur gaat natuurlijk over het buitenland. De VS en het VK. Ja, dat zijn grote open economieën. Waren ook ooit heersers van grote rijken. Nou, Nederland was de gordel van Smaragd al na de Tweede Wereldoorlog kwijt. Dus misschien hebben wij een deel van de treurnis al wat eerder doorgemaakt. Wat ga ik behandelen in mijn praatje? Drie dingen. Ik ga uitleggen hoe wij bij het CPB hebben gekeken naar Brexit. En een van de mensen die heeft gekeken zit hier overigens in de zaal. Dus ik vertel een beetje over hoe hij dat heeft gedaan. Ik vertel ook een beetje hoe we aan het kijken zijn over wat de gevolgen zouden kunnen zijn van een trade war zoals Trump die bij gelegenheid wel of niet lijkt te willen starten. En als toegift een vooraankondiging van de policy brief inclusieve globalisering die deze week uitkomt. Om even te bewijzen dat we niet alleen maar dichtgetikte eigenwijze rekenmeesters zijn. Nou, ik begin met Brexit. What Brexit? De ouderen onder u herkennen de crisis, what crisis van Supertramp in deze titel. Maar het is wel een relevante vraag. Soms denk je zelfs dat Miss May niet weet welke Brexit ze nou eigenlijk nastreefde. Maar dit is het totale assortiment waar in theorie het VK uit had kunnen kiezen. En toen wij moesten nadenken over wat denken wij nou dat een realistisch scenario is voor Brexit. En ik zeg erbij, wij hebben dat heel braaf gedaan voordat het referendum er was. En eigenlijk toen we dachten, het referendum gaat natuurlijk opleveren dat ze Remain willen doen. Ik kan u nog sterker vertellen. Ik moest een verhaaltje vertellen op de dag na het referendum. Ik had het voorbereid. Ze hebben natuurlijk gekozen voor Remain. Maar ik had alleen voor de zekerheid nog wat slides over als ze Brexit zouden kiezen. En die heb ik als de wie de weer gaan toe moeten omzetten. Dus het geeft me aan over hoe slecht wij dat in ieder geval hadden geraapt. Maar in die scenarioanalyse hadden wij gezegd, nou ja, al deze tussenvormen die Nordic
half zwangere varianten, daar gaan we niet voor. Als het iets is, als je dan toch echt weg wilt uit Brexit, zijn er twee smaken. Of je zegt, ik wil het wereldhandelsarrangement. Of nou, als je dan toch nog iets wil houden aan relatie, dan kies je voor het Canadese vrijhandelsarrangement. En dat betekent dat je ja, eigenlijk heel veel andere dingen, dat je daar dan je autonomie over terugkrijgt. Nou, wat veronderstelden wij dan? We zeiden, nou, als je dan voor het wereldhandelsregime gaat, dan heb je en een beetje handelstarieven, 3%. En je hebt forse non-trade barriers. Ik zeg even voor de leken bij, de non-trade barriers zijn de dingen die je echt handel killen. En in de Free Trade Association zijn er dan geen tarieven. En zijn er meer beperkte non-trade barriers, ongeveer 6%. Nou, dan heb je die, dat was ons plan, daar hebben we ook aan gerekend. We hebben het ook heel lang mee kunnen doen, totdat het zo chaotisch werd in de presentatie, tot we ook nog hebben moeten nadenken over een cliff edge Brexit. Waarover later meer. Nou, dan heb je dus deze twee ideeën, deze twee potentiële scenario's. Nou, dan hebben we een model waar we dat dan lekker doorheen kunnen trekken. Dat hebben we geprogrammeerd in WorldScan. Dat is een heel mooi geavanceerd model met 33 landen, 21 sectoren. Het is ook heel elegant opgebouwd, microeconomisch onderbouwd. Nou, het model zegt dat als je verstoringen zoals tarieven of non-trade barriers introduceert, dat het dan minder goed gaat met de productie, productiekant, minder efficiënt verloopt en ook met de consumptiekant, dus je dat minder nut hebt. Dus dat is het ene element er is. En het andere element waar je over na kunt denken, dus het wordt minder efficiënt. En de andere vraag is, als je nou minder gaat handelen, krijg je dan ook minder innovatie? Nou, daar slaan de geleerden elkaar de hersens over in. Er zijn heel veel mensen die denken, als je meer handel hebt, dat het ook leidt tot meer innovatie. Daar is ook onderzoek naar gedaan. Nou, wil het vervelende van dat onderzoek dat, ja, in ieder geval in de ogen van mijn experts, die vinden dat meeste van dat onderzoek eigenlijk niet helemaal aan de maat. Dus die zeggen, ja, kunnen we dat dan wel geloven? En het enige onderzoek wat wel echt heel fraai en elegant is, ja, dat ging over de creatie van het Suezkanaal. En dat is wel weer heel erg lang. Dus wat we hebben gedaan is eigenlijk twee scenario's berekend. Eén scenario waarbij we zeggen, nou, het is gewoon klassiek, al die innovatie onzin, dat doet zich niet voor. Het probleem doet zich niet voor. En dat is dus de gematigde ramingen die u ziet. 4,1% voor het VK, 1,5% voor Europa en 2% voor, of 1,2% voor Nederland. Maar als je dus wel gelooft in de innovatie, dan zijn die klappen veel groter. Dan zit je aan de langere balkjes. Nou, wat dit plaatje laat zien is dat het wereldhandels, het WTO-regime, aanzienlijk grotere schade oplevert dan het Canadese regime. En ik denk naar die mensen die Roderick echt spellen en die ook denken aan het verhaal dat Roderick altijd vertelt, dat ja, waarom willen we nou nog verder tarieven verlagen, want dat levert toch helemaal niks op en we hoeven helemaal niet zo aan de globalisering te werken, is het denk ik goed om te beseffen dat ook in die wereldhandel, in die vrijhandelsarrangement, je toch echt wat verliest als je jezelf afscheidt. Nou, dan is het natuurlijk ook interessant om te kijken welke landen hebben nu het meeste last van. Ik heb het al een beetje gepresenteerd voor het VK, heel veel last. Europa een beetje last. Nederland heeft net iets meer last dan de gemiddelde land in Europa. Maar dat hebben we ook meer precies gedefinieerd of berekend. Hier zo zie je de bolletjes. De bolletjes zeggen hoe groter het bolletje, hoe meer de schade is die je leidt. En hoe meer de stippeltjes zijn, hoe opener je bent. En wat dit bolletje laat zien is eigenlijk dat de schade, dat geografie telt voor handel. Want Ierland, Nederland, de Benelux hebben echt heel veel last. Wat het ook zegt is dat landen als Italië en Oost-Europa eigenlijk minder te verliezen hebben. En als je dan denkt in de Europese Unie waar men moet onderhandelen over de voorwaarden waaronder het VK de business mag verlaten. Ja, dat zal ook wel iets zeggen over hun posities. Want ja, misschien is economische rationaliteit niet altijd aanwezig. Maar bij sommige mensen heb ik toch de indruk ook weer wel. En zeker bij onderhandelaars. Dat is namelijk een heel specifiek menssoort, hè, moet ik er wel bij zeggen. Dan hebben we ook nog gekeken, ja, we hebben een sectorenmodel, dus we kunnen ook kijken welke sector heeft er het meeste last van. Nou, voor Nederland is dat de voedselverwerkende industrie, elektrische apparatuur, chemie, rubber en plastic en motorvoertuigen en onderdelen. En dat is ook goed om te bedenken, want deze sectoren hebben het meeste last. Dus dit zijn ook de sectoren die het hardst gaan lobbyen. Ja, gewoon politieke economie doe ik een poging tot een bruggetje. Maar dan heeft u ook een beeld, hè, van waarom mensen, sommige mensen heel zwijgend zijn en andere mensen zich luid laten horen. Alles wat ik nu heb verteld gaat over de effecten van Brexit als je van het heden gaat naar de eindsituatie. Dus het structurele effect. Maar ja, wij als CPB worden natuurlijk ook altijd geacht elk jaar, elk kwartaal weer een nieuwe raming te geven voor het lopend jaar.
en het jaar daarna. Dus ja, hoe doen we dat dan? Nou, dit is het derde scenario wat we moeten doen. Dus heb ik gezegd, dat zijn structurele effecten. En wij hebben gezegd, nou, dat is grofweg 1% voor Nederland. En wij gaan ervan uit dat die effecten zich geleidelijk, hè, dus die 1%, dat je die geleidelijk over de tijd opbouwt. En geleidelijk, omdat aan de ene kant de divergentie natuurlijk tijd nodig heeft om op te treden. Dat is een van de belangrijkste redenen waarom je last krijgt in je handel. En aan de andere kant omdat partijen ook gaan anticiperen. Weet je, weliswaar is het vandaag nog geen rommeltje, maar straks wel. En dan kan ik maar beter nu safe in zijn. Dus, nou, en misschien ook wel als meer economen doen als je niet het precieze pad weet. Wat is er mis met delen door 10? Hè? Dus dat was het ene onderdeel van de analyse. Dus we hebben het structurele effect platgeslagen. Er was ook een vraag over onzekerheid. Want ja, als je weet dat er Brexit komt, maar je weet natuurlijk niet precies hoe het gaat werken. Nou, dan kun je onzekerheidsanalyse doen. Hadden we gebruik gemaakt van de literatuur van Bloom. En die keek naar de VIX, maar die had ook gekeken naar taal, hè, dus politieke indicatoren. Dus hoe vaak het woord crisis en ramp en zo in de krant voorkwam. Nou, als je naar crisis en ramp keek, dan leek het wel of de economie echt per direct zou instorten. Bij die VIX viel het heel erg mee, dus we hadden daar een soort mixje van gedaan. En dat hadden we opgeteld bij de effecten die je sowieso had als gevolg van de depreciatie van het pond en de rente-effecten. Nou, eerlijkheid gebied te zeggen, dat wij dachten, wij hadden toen ingeplot, die effecten die doen, die onzekerheidseffecten, die merk je direct. Nou, dat konden we de raming daarna gelijk weer terugboeken. Niet de rente en de wisselkoerseffect, maar dat onzekerheidseffect uit de politiek, hè, zeg maar, dat hadden we toen overschat. Feit is wel dat als je nu kijkt naar het VK, dat ze best wel last hebben van onzekerheid, dat het mensen wel echt de hand op de knip hebben gehouden, maar wij hadden dat gewoon in 1-2 semesters ingeboekt en dat was iets te ruig. Ja, als wij die analyse maken, maken we natuurlijk een macro-analyse. We kijken niet naar de transitie-effecten, waar juist Harry zoveel nadruk op legt. En niet elke sector is even het slachtoffer, even weer het slachtoffer. Ja, dan was ook de interessante vraag, die werd in het voorjaar gesteld. Ja, als het nou cliff-edge wordt, wat dan? Ja, dat was natuurlijk best wel lastig, want dit was best is niet een irreëel risico als dat in het voorjaar. En trouwens ook nu denk je wel bij gelegenheid, nou ja, het is voor mij als niet-politicoloog een vrij onbegrijpelijk proces. Dus ja, het kan toch ook nog steeds slecht uitpakken. Dan hebben we gedacht, ja, wat willen we nou maken? Wat kunnen we nou verzinnen als risico? Nou, één is natuurlijk onzekerheid, dat mensen toch nog wat harder de hand op de knip houden. Het andere, als er echt geen overeenstemming is, is natuurlijk dat er chaos optreedt. Dat er lange rijen komen voor de douane en bij op Schiphol. En ja, wij vroegen ons dan wel af, hoe lang zou die chaos zich dan voordoen? Hè? Want dat moet je dan natuurlijk rekening mee houden. Als je denkt. En wij denken toch, ja, als nou echt alles vastzit, zou dat dan ook niet mensen wat, ja, zeg maar het brein weer aandoen gaan? En mensen toch denken, nou, misschien moeten we nu toch maar een deal sluiten. Hè? Onder druk wordt veel meer vloeibaar. Dus uiteindelijk vonden we dat ook wel heel ingewikkeld. Dus uiteindelijk was ons idee, nou, als ze er niet uitkomen, dan heb je een goede kans dat ze er misschien niet op het precieze tijdstip eruit komen, maar wel vrij snel daarna. Als dat zo is, dan zijn het gros van de gevolgen eigenlijk niet zo heel groot. En is het eigenlijk de interessante vraag vooral, zijn er nou dingen die onomkeerbaar mis kunnen gaan? Nee, ook in zo'n korte periode. Nou, daar konden we er dan twee van verzinnen. Ergens iets in de financiële sector. Als je een bepaald contract hebt wat afloopt in die periode, of clearing hebt afgesproken in die periode, ja, dat is dan wel echt griezelig. Maar als je erover nadenkt, kun je natuurlijk zorgen dat je op dat moment niet in die positie verkeert. En daarom zeggen wij het ook de hele tijd, hè, zodat mensen ook dat daarop anticiperen, voor zover mensen nog luisteren naar een econoom. En het ander is octrooien. Want je kunt natuurlijk als het octrooi gevestigd is onder Europees recht en je bent net in het VK, kan je misschien net lekker even wat vestigen. Nou, dat is ook een risicovol geheel. Dus al met al hebben we gezegd, wij kunnen er geen scenario voor bakken, maar we kunnen het wel beschrijven wat de afwegingen zijn. En dat is ook waar we uiteindelijk mee zijn geëindigd. Samenvattend voor het Brexit-deel. Als je gaat voor echt een flinke breuk met de WTO, dan heb je meer effecten dan met een vrijhandelsarrangement. Het is niet zo gek dat Oost-Europa en Italië minder hard willen lopen voor deze luitjes. Sommige sectoren zijn meer de klos. Economisch gezien, maar er zijn natuurlijk veel andere dingen die ook belangrijk zijn in het leven. Is natuurlijk Brexit een losing game. En speciaal voor Nederland, ook al zijn de Britten niet altijd een betrouwbare partner, ze waren toch wel prettig in het debat over het EU-budget, marktgeoriënteerd beleid en handelspolitiek. En ja, dat gaan we dan gewoon wel missen. Had ik ook nog wat over China. Want ja, de wereld na Brexit heb je natuurlijk ook nog de China Wars. Of de China War of Trump. Of de Trump War met iedereen ongeveer, afhankelijk van het moment waarop je hem leest. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, waarom kijken we naar? Het is toch opgelost? Hè? Maar toch hebben wij gedacht, we willen wel naar kijken om een beetje een gevoel van orde van grootte te krijgen.
Want ja, dan weet je toch, als hij vandaag zegt die A en morgen zegt die B, en dan is het morgen weer elf, morgen weer A, en dan weet je toch een beetje waar je aan, waar je bang voor moet zijn. Nou, dit geeft aan wat de gevolgen waren van wat de VS had gezegd dat ze aan maatregelen wilden nemen richting China. En ook wat China heeft gezegd in de retaliation, dat is vooral landbouw. Als je hier naar kijkt, zie je de sectoren waar die effecten optreden. En ook over hoeveel je verliest. Min is aan de linkerkant en rechts is de winst. Nou, door de oogharen heen zie je dan dat elektronische middelen en machines de grote verliezers zijn. Je ziet ook dat vooral China lijkt te verliezen. En als je kijkt naar de VS, dan is dat ongeveer rond de nul. Dus je kunt ook zeggen, ja, dit is leed wat met marktmacht klaarblijkelijk, want dit is wel niet onder volledige vrije mededingingen gedraaid. Klaarblijkelijk kon men toch wel meer leed aan de ander toebrengen dan dat men zelf ging ondervinden. Ik weet niet zeker of Trump deze fijnmazige berekening ter beschikking had toen hij dit deed, maar zo zou je het natuurlijk kunnen duiden. Nou, vervolgens zijn we natuurlijk gaan nadenken over, zou het ons ook kunnen treffen? Want Trump heeft niet alleen dingen gezegd tegen China, maar ook tegen Europa. En oorspronkelijk zelfs ook tegen Canada en Mexico. Dus we hebben daar ook wat scenario's voor gedraaid. Dat gaan we over publiceren in de KMF. Dit is een heel ingewikkeld plaatje, dus ik ga u even uitleggen. Op de Y-as staat het BBP-verlies wat je hebt. En op de X-as staat de tarievenstructuur die je zou kunnen verzinnen. Dus je kunt nul tarief doen. Nou, dan heb je weinig effect. En je kan tot 15% gaan en dan heb je het maximale effect. En dan laten we dus de effecten zien van verschillende combinaties. Als je de tarieven over alle producten heen verhoogt, wat dat dan voor verlies oplevert. En dat laten we dan zien voor de VS, blauw. China, rood, niet helemaal gegeven. En geel, dat is dan Nederland. En dat zijn dan verschillende scenario's. Want bij de doorgetrokken lijn is het alleen de VS versus China en de EU. En bij de stippellijn is het VS tegen iedereen eigenlijk. China, EU en ook de rest of de OESO. Dus ook inclusief Canada en Mexico. En als je dit plaatje nou bekijkt, wat valt dan op in termen van tariefstelling? Dan zie je dat ook bij lage tarieven er echt al BBP-verlies optreedt. Want ook bij 2,5% ben je al best wel wat BBP kwijt. Je ziet ook dat als die tarieven boven de 50% gaat, ja, dan zijn die industrieën er gewoon uitgeconcurreerd. Hè, dus dan zijn ze gewoon weg. Als je kijkt in termen van landen, dan zie je dat voor de VS. Nou, omdat ik al eerder had laten zien dat in China, dat effect met China, daar leden zijn niet zoveel verlies onder. Zie je dat het effect met het oorlog voeren met Europa beperkt is. Maar dat ze echt een flinke klapper maken op het moment dat ze oorlog gaan voeren met handelsoorlog gaan voeren met heel de wereld. En ja, China leidt onder alle arrangementen eigenlijk verreweg het meest. En dit is dus eigenlijk ook een beetje contramal tegen Roderick die zegt, ach, die lage tarieven heb je niet zoveel last van. Hè? Nou, dan mijn toegift, uitsmijter. Dit is de policy brief die wij deze week hopen te publiceren. Dat is een eerste resultaat van een onderzoeksproject wat meerjarig bij ons loopt. Is geïnspireerd door Trump en de Trump en Brexit onderzoeken. Dat doen we samen met Steven Brakman, ook uit Groningen, en het Sociaal en Cultureel Planbureau, onze huisgenoten, of wij zijn hun huisgenoten. Maar zij kijken in ieder geval naar sociale en culturele aspecten en dat durven wij, of kunnen wij in ieder geval niet goed genoeg op eigen kracht. Deze week dus deze policy brief uit. Die geeft een literatuuroverzicht en wat cijfermatige beelden op hoofdlijnen op mesoniveau. Nou, misschien met het oog op de tijd zal ik de resultaten dan nog even vasthouden voor. Ja, wil je ze ook weten? Nou, de grove beelden zijn dat als we hebben gekeken naar importen en het effect op werkgelegenheid, dan zie je dat het idee dat overal heel veel extra importen leidt tot heel veel verlies van werkgelegenheid, dat zie je op mesoniveau niet in die mate terug. Je kunt ook zeggen, nou, migranten leidt tot extra veel loondruk. Ook dat zie je niet in die mate. Je kunt zeggen, nou, is één op één terug. Soms wel in een bepaalde sector. En dan denk je wel bij die sector, ja, zou het nou echt dat effect zijn? Of zou je dan toch eigenlijk een netter onderzoek moeten doen waar ook je naar andere factoren kijkt, zoals bijvoorbeeld technologie? Wat je ziet dat de baankans over de verschillende opleidingsniveaus is aan het begin en aan het eind van de periode eigenlijk net zo goed of slecht. Wat ik zelf wel opvallend vind, is als je dan door de crisis heen kijkt, dan zie je dat de baanverlieskans die vroeger voor middeninkomens gelijk opliep met hoge inkomens, in de recentere crisis meer het gelijke pad vertoont als wat laag opgeleide hebben. En dat past wel een beetje bij wat Harry ook zei, van vroeger was voor middenopgeleide mensen was werkloosheid iets
voor mensen die je niet kende, waar je misschien wel sociale premies voor wilde doen, want je was natuurlijk graag sociaal, maar het moest natuurlijk niet over jouzelf gaan. En dat komt wel net iets dichterbij. Dus ja, de belangrijkste. Nou, en we hebben ook nog gekeken naar ongelijkheid in Nederland. Nou, die is voor de herverdelende werking van de overheid wel toegenomen, maar na de herverdelende werking van de overheid eigenlijk amper. Dus ja, de belangrijkste les hieruit lijkt mij dat Nederland niet hetzelfde is als het VS of de VK. Met dank aan de instituties die we in Nederland hebben, waarschijnlijk omdat we al heel lang weten dat we een kleine open economie zijn, overgeleefd aan de wilde golven. Dan is het natuurlijk wel een opletpunt. Je moet wel meegaan dat je zorgt dat die instituties die er zijn en die mensen dan beschermen, dat die er nog steeds zijn als de wereld sterk verandert. En ja, om te herverdelen moet je natuurlijk wel een belastinggrondslag hebben waar je dan dat geld kunt vinden om te gaan herverdelen. En dat is natuurlijk niet altijd even eenvoudig met de internationale belastingconcurrentie. Nou, de volgende stap in het onderzoek is onderzoek met microbestanden, à la Alter. Wij zijn wel benieuwd, want het loopt natuurlijk al het risico dat je wel een significant effect vindt, maar van een bescheiden omvang. Daar kunnen we misschien straks ook nog over hebben. En het onderzoek van de SCP. En dan ben ik tot slot, dit is mijn favoriete plaatje, zag ik ooit in het Wereldmuseum in Rotterdam. Dit is een danser die probeert in contact te komen met de goden. Ik zag het toen ik net bezig was met na te denken over Brexit. Dus ik vond het echt prachtig, ook omdat er een Brexit-noos is. Dus ja, ramen is moeilijk. Al helemaal politieke events. Dat geldt voor Brexit, maar ook voor een handelsoorlog. Dat geldt voor de effecten op de economie. En al helemaal voor de ervaren of beleefde effecten van burgers. En daar wilde ik het belaten. Dank u wel. Ja, dank je. Ja, Lucky Luke schiet sneller dan zijn schaduw, maar jij praat sneller dan je denkt, volgens mij. Mag ik nog heel even terug naar wat er nou onomkeerbaar mis kon gaan? Toen noemde je heel snel clearing en octrooien, maar ik dacht eigenlijk een beetje, nou, het valt wel mee eigenlijk. Of mag ik dat niet zo? Nou, kijk, mijn beeld is als je... Onomkeerbaar. Mijn redenatie, maar intercollegiaal getoetst, is dat een cliff edge van zeer korte duur zal zijn. Omdat niemand de rijen voor Londen, in de havens van het VK gaat doen, dat niemand het gaat accepteren dat je niet kunt vliegen naar, dat het continent is isolated, maar dat dan in dit geval toch echt ook het VK is isolated wordt. Sorry. Dat het dusdanig kortstondig zal zijn dat je eigenlijk alleen maar moet kijken naar dingen die in... Een dag of vijf of zo echt mis kunnen gaan. En dat zijn veel minder dingen. Want dan is de gedachte dat na die vijf dagen dat dan al die boten wel weer al de goederen gaan invoeren en al die vliegtuigen wel weer gaan vliegen. En dat alles dus zich weer herstelt. Dus de klap die dan hebt zich makkelijk herstelt. Maar dat er sommige dingen zijn die onherstelbaar zouden kunnen zijn, juist in die paar dagen. En daarvoor konden wij in ieder geval voorzien. Ja, als je een contract hebt gesloten, een forward, die afloopt in die periode, en het is onhelder onder welk recht dan heerst. En je hebt er belang bij met elkaar om daar oneenigheid over te hebben. Ja, dat wel precair is. Dus ja, ik zou zelf nadenken van ja, sluit je dan zo'n contract. En voor octrooien is dat natuurlijk bazaal wel een probleem. Want als je het daar dan vestigt, ja, wat betekent dat dan precies? Dus wij hebben dat vooral willen signaleren. En in het algemeen hebben wij gezegd, ja, of het nou een cliff edge wordt of een ander type Brexit, je kunt je maar beter op instellen dat die luidjes ons gaan verlaten. En hoe eerder je daarmee begint, hoe beter dat is. Ik ben wat dat betreft toch pessimistisch dan. Ja. Zijn er vragen? Was het zo duidelijk? Ja. Kom niet. Dankjewel. Hallo. Ik vroeg me af, bij de grafiekjes die je laat zien over de effecten ook van die handelsoorlogen, dan doe je weer datzelfde. Hè? Dat is het structurele effect in 2030. En dan nog even dat ik het goed begrijp, dan tel je dus eigenlijk op wat er allemaal in de tussenliggende jaren aan productiviteitswinst gemist is. En dat is de verloren BBP. Dus je gaat uit van het BBP-niveau nu versus het BBP-niveau dan, reëel. En dan zeg je, nou, daar mis je zoveel. Dus dat is wat we doen. Waarmee je eigenlijk dus zeg maar min of meer zou mogen zeggen van nou ja, in de normale wereld verdeel je dat inderdaad gelijkmatig over die jaren. Dus het scheelt je ieder jaar een paar tiende groei. Ja, nou, dat was in ieder geval wel onze assumptie bij Brexit. Bij die handelstarieven ervaar je die tarieven natuurlijk wel wat eerder. Dus misschien heb je wel wat meer op je neus, zeg maar, dat effect.
Maar het is natuurlijk niet zo dat je... Ja. Heeft iedereen dat meegekregen? Ik eerlijk gezegd niet helemaal, maar goed, volgens mij ging dit goed. Laura, voor nu, dank je wel. Of had jij nog een vraag? Sorry, ja, dan kom ik even bij. Als je merkt dat over 10 jaar de economische groei in Groot-Brittannië en ook de productiviteit gelijk is als die in Nederland, kun je dan zeggen dat Brexit eigenlijk geen economische ramp is? Dit moet je even herhalen. Kijk, als we over 10 jaar zien dat de economische groei in het Verenigd Koninkrijk hetzelfde of hoger is als in Nederland, ja, dat is heel onzeker, maar laten we zeggen, waarschijnlijk gaat het niet gebeuren, maar stel, het is wel zo. En ook op productiviteitsniveau gaan ze niet op ons achterliggen. Kun je dan zeggen dat Brexit geen economische ramp heeft gebleken? Ja, je moet denk ik altijd vergelijken bij wat hun alternatieve pad zou zijn geweest. Dus je moet niet tussen ons twee onderling vergelijken. Want als hun basisgroeipad lager is dan het onze, dan zou je ze eigenlijk altijd, zou je het altijd overschatten. Of als hun basispad hoger is dan het onze, dan zou je dat niet goed vergelijken. Je moet, dus wij proberen altijd te kijken wat is het effect wat je zou hebben ten opzichte van je eigen groeipad. Als je historisch met elkaar vergelijkt, hè, als je bijvoorbeeld ziet dat de afgelopen 20 jaar in Groot-Brittannië en in Nederland de economische groei niet zo uit elkaar hebben gelegen, hè, dan hebben ze misschien de komende 10 jaar hebben ze misschien heel veel potentieel verloren. Maar als ze daarna weer bij ons aanhaken, dan zou je toch misschien kunnen zeggen dat het economisch geen ramp voor hen is, of niet? Nou ja, kijk, het is altijd de vraag of je 4% of je dat een ramp vindt of niet. Hè? Ja, je kunt ook, dat is natuurlijk een kwestie van smaak. En dat zal de toekomst uitwijzen. En uiteindelijk is er, hè, ik ben op de eerste die zegt, ook als we keuzes in kaarten doorheen van verkiezingsprogramma's doen, er is meer dan economie. Je hoeft daar je stem niet op te baseren. Maar wij vinden het wel belangrijk dat mensen weten, dit is ook een effect. En als je dan zegt, nou, dat vind ik oninteressant, want ik wil graag, ik vind dit veel belangrijker. Nou, prima, even goede vrienden. Wij vinden het veel lastiger als mensen zeggen, dat effect bestaat niet. He, en dan zeggen we, ja, weet je, ben je dan wel eerlijk? Of je krijgt van de NHS zoveel extra geld terug en dat blijkt dan niet waar te zijn. Dat vinden we ook ingewikkeld. Maar als je zegt, dat heb ik ervoor over, prima. Weet je, dat is niet aan ons. Nou, dus als directeur van planbureau. Ja, precies. Last but not least, Nienke Omes, bij CEO, vroeger bij het IMF gewerkt. En zal, als al eerder aangekondigd, ingaan op de arbeidsmarkt. Ja, ik ga het eigenlijk helemaal niet over Brexit en Trump hebben. Maar het heeft er wel mee te maken. Ik ga het hebben over de globalisering, waar niet zoveel over gesproken wordt. Althans niet als de term globalisering wordt gebruikt. En dat is de globalisering van de arbeidsmarkten. We hebben bij SCO, SCO's Stichting Economisch Onderzoek van huis uit, aan de UvA verbonden. Onderzoek en opdracht van klanten, waaronder veel Nederlandse ministeries, maar ook Wereldbank, IMF en andere internationale organisaties. We zijn toevallig net begonnen met een heel groot onderzoek voor buitenlandse zaken over de oorzaken en gevolgen van migratie. En dat gaat ook over de aansluiting van de het arbeidsaanbod uit migratielanden op de vraag in Nederland. En vandaar dat ik dacht, ik ga even met deze invalshoek naar globalisering kijken. Want de globalisering van arbeidsmarkten, als je erover nadenkt, blijft ver achter bij de globalisering van goederenmarkten. En waarom is dat eigenlijk zo, als we er allemaal als econoom van overtuigd zijn dat globalisering zo goed is? Hè, het standaard economenverhaal. Nou ja, het standaardverhaal, om het nog even terug te halen, David Ricardo, comparatieve voordelen. We zijn natuurlijk allemaal heel blij dat we tegenwoordig de action hebben in plaats van de blokker. Mijn grootvader zat nog in een familie die produceerde schoenen in Nederland. Nou, op een gegeven moment zijn we schoenen uit Italië gaan kopen. Nu kopen we gewoon schoenen uit China. Zijn we allemaal heel blij mee dat die veel goedkoper zijn geworden. Hè? Dus de baten van globalisering zijn gewoon overduidelijk. En wegen zodanig op tegen de kosten dat, hè, daarom is er zoveel globalisering op goederenmarkten. Nou, waarom heb je nou niet hetzelfde verhaal op de arbeidsmarkt? Want ik heb 18 jaar in het buitenland gewoond, waaronder in Amerika, maar ook in ontwikkelingslanden. En toen ik weer terugkwam naar Nederland, viel het mij op dat zoveel mensen hier gewoon nog hun eigen huis schoonmaken, hun eigen eten koken, hun eigen gras maaien.
hun eigen muren verven. En als je al mensen daarvoor in dienst neemt, is dat best wel duur. En is het niet veel efficiënter dat wij gewoon... Er zijn zoveel mensen overal ter wereld die veel goedkoper dan jullie en dan andere Nederlanders dit soort dingen voor je kunnen doen. En is het niet heel inefficiënt dat wij dat allemaal zelf doen? Vaak van huis uit vrouwen, hè, maar ook mannen. Ik zie heel veel mannelijke collega's verven allemaal hun eigen muren. Heel inefficiënt. Er zijn veel mensen die dat gewoon voor 1 euro per uur waarschijnlijk, of nog goedkoper, voor je zouden kunnen doen als die arbeidsmarkt geglobaliseerd was. Hè, dus waarom hebben we niet meer globalisering van arbeidsmarkten? En hè, dus enerzijds omdat globalisering goed is, dat weten we nou eenmaal als economen. Anderzijds, zoals Harry liet zien, als we nou weten dat de verdelingseffecten van globalisering groot zijn, waarom leidt dat eigenlijk niet tot meer prikkel voor globalisering van arbeidsmarkten? Hè? Als die fabrieksarbeiders uit Detroit nu allemaal werkloos worden, waarom gaan die niet allemaal naar China verhuizen of naar Rusland? Of waarom gaan die schoenmakers uit Nederland, zoals mijn grootvader, die generatie, waarom is die niet allemaal gaan emigreren? Of binnen Nederland gebeurt ook al veel te weinig. Hè? Dus mijn werkers uit Zuid-Limburg zijn ook niet in Groningen gaan wonen. Hè, dus waarom? Waarom is die globalisering zo? Waarom is er zo weinig globalisering op dit gebied? Nou, als je kijkt naar de cijfers, gewoon om even te illustreren hoe laag die is. Het bovenste streepje is de arbeidsmobiliteit binnen de 28 EU-landen. Dit is de annual cross-border mobility as a percentage of the total population. Europese cijfers, nou, die is dus heel laag. Als je die vergelijkt, dit is de EU, als je die vergelijkt met de VS, die echt enorm... vele malen groter is dan de EU. Nou, kan je zeggen, oké, je kan niet helemaal Europese landen vergelijken met Amerikaanse staten. Dus die balkjes daartussenin, die maken nog wat concessies. Dan kijk je naar verschillende provincies of regio's. En je ziet dat het andere rode balkje hier is de... Als je kijkt, nou, laten we dan kijken naar mobiliteit tussen de NUTS 1 regio's in Europa. Voor Nederland is dat gewoon Noord, Oost, Zuid en West Nederland. Zelfs als je naar die mobiliteit kijkt, is die nog steeds lager dan tussen de 50 Amerikaanse staten. Ook als je kijkt naar migratiestromen, hè, daar heeft nu iedereen de mond vol van hoeveel migratie er wel niet is, wat voor problemen het oplevert. Ze zijn echt nog heel erg beperkt. Als je kijkt naar het aantal immigranten, dit zijn de laatste cijfers uit 2016, kon zo gauw geen recentere vinden van Eurostat. Ik denk dat het de laatste zijn. Dit is per 1000 inhabitants. Dus het hoogste aantal immigranten was zie je dan in Luxemburg en Malta. Nou, dat is natuurlijk omdat het als percentage van de bevolking is, hè, hele kleine landjes. In Luxemburg zijn dat vooral Nederlanders, Belgen, Duitsers en Portugezen. Portugezen hebben 16% van de bevolking, zag ik in Luxemburg. Dus daar zijn veel immigranten relatief. Hè? Maar in Nederland, even kijken, waar staat die? Het aantal immigranten hebben we het echt over 10, wat is het, promiel. Hè? Dus 1% immigratie, daar hebben we het over. En dit is de flow, maar als je kijkt naar de stock, het aandeel van de mensen die niet de nationaliteit hebben van een land, ook dat is echt eigenlijk nog heel erg laag. En dit is natuurlijk legale migratie. Er zijn ongetwijfeld allerlei migranten die niet in deze cijfers zitten. Maar feit is gewoon dat het gewoon nog heel erg laag is. Als je kijkt naar Nederland hier, hebben we het over ongeveer 5% van de bevolking die niet een Nederlands paspoort heeft, waar staan ze hier? Waarvan 3% dan een EU-paspoort heeft. En oké, 2% heeft geen EU-paspoort in Nederland. Luxemburg is weer heel erg hoog. Bijna de helft van de bevolking is buitenlands. Maar zoals ik al zei, dat zijn vooral Portugezen, Belgen en dergelijke. Ze hebben ook een paar geen EU-immigranten of mensen met niet-nationaliteit. En ik las dat dat te maken heeft met onder andere recentelijk dat Luxemburg het hoogste aantal per capita vluchtelingen heeft opgenomen. En het ging over 400 vluchtelingen. En ook als je kijkt naar de diversiteit van de migranten.
Die is wel toegenomen. Dus net toevallig vandaag zag ik een rapport uitgekomen van de WRR over migranten in Nederland. Als je dan kijkt naar mensen met een migratieachtergrond, dat is natuurlijk wel een stuk hoger. Mensen die ooit ergens anders vandaan zijn gekomen, dat is wel ongeveer 20%. En de diversiteit is wel toegenomen, maar het is nog steeds, vergeleken met de Verenigde Staten bijvoorbeeld, waar ik dan 10 jaar heb gewoond, is echt nog helemaal niet zo divers. De migranten die we hebben, die komen dan vooral uit, nou, we weten het allemaal wel, Turkije, Marokko, Suriname, Antillen. Sinds kort wat vluchtelingen uit het Midden-Oosten. En dan heb je nog wat mensen uit Indonesië, een paar Europeanen. En de rest is gewoon Nederlands. Dus die diversiteit, en zowel de hoeveelheid en de diversiteit van migratie is gewoon nog heel beperkt. Dus de globalisering is eigenlijk nog helemaal niet ver wat dat betreft. Nou, waarom is dat zo? Er zijn natuurlijk redenen voor. Een hele waslijst aan mogelijkheden, maar typische oorzaken zijn natuurlijk dingen, Laura zei het ook wel, zijn dingen die veel belangrijker zijn dan economische argumenten. En dat zijn dingen als familiebanden, cultuur, taal. Taal is natuurlijk een hele grote. Arbeidsmarktfricties. Het is ook niet zo makkelijk om zomaar een andere baan te vinden. Er zijn allerlei regelgeving. Er zijn kosten aan verbonden aan het verhuizen naar een ander land. Als het al überhaupt is toegestaan. Skills mismatches. Ook al zou iedereen mobiel zijn, dan nog zouden er geen perfecte match zijn natuurlijk. En misschien wel een van de meest belangrijke factoren. Het feit dat we, en dat noemde Harry ook al, toch wel heel graag ons eigen sociale zekerheidssysteem willen houden. En er zijn dus enorme verschillen ook nog in Europa tussen sociale zekerheidsstelsels en daarmee ook tussen belastingsystemen, fiscale systemen. En dat is dan een van de redenen waarom we die arbeidsmarkt niet opengooien. Het resultaat daarvan is wel, zeker nu dat we de euro hebben, dat je wisselkoersinstrument niet meer hebt om die schokken op te vangen, dat die schokken, met die asymmetrische schokken binnen de eurozone, die worden grotendeels opgevangen nu door arbeid. Dus dan krijg je wel toestanden als in Griekenland, waar wisselkoers, aanpassing is niet mogelijk, arbeidsmobiliteit is niet mogelijk, althans in hele beperkte mate, dus dan krijg je werkloosheid. Dat is maar één van de vele kosten die je zou kunnen opnoemen. De kosten van het feit dat we geen geglobaliseerde arbeidsmarkt hebben. Er zijn uiteraard ook heel veel kosten aan het opengooien van die grenzen. Dus daar doe ik geen uitspraak over. Er zijn kosten en baten. Maar ik vind wel dat in het debat heel erg ontbreekt. Al die misgelopen baten die je dus die je misloopt. Door het gebrek aan globalisering van de arbeidsmarkten. Tenslotte, ook om aan te sluiten op Harry's lezing. Even weer een Roderick-achtig plaatje opgezocht. Je zou kunnen zeggen dat de EU, als we ons even tot de EU beperken, een soort trilemma heeft waarbij eigenlijk de keuze is tussen twee van deze drie opties. Dus als je diepere EU-integratie wilt, dat kan wel. En als je ook hoge sociale protectie wilt, bescherming tegen de negatieve effecten van globalisering van goederenmarkten, kan, maar dan moet je dus eigenlijk een EU-sociaal beleid hebben. Hoge bescherming, een welvaartsstaat voor Europa, dat kan, dat is één optie. Je kunt ook zeggen, ik vind het heel belangrijk dat ik mijn eigen nationale systeem heb. Mijn eigen nationale welvaartsstaat, die alleen voor Nederlanders, ik wil alleen herverdelen tussen Nederlanders. Maar ik wil ook integratie van goederenmarkten. Nou, dat kan, maar dan heb je dus een soort race to the bottom uiteindelijk. En heb je een minimale welvaartsstaat. Of als je zegt, ik wil wel mijn eigen herverdelingssysteem, zoals in Nederland. En ik wil eigenlijk ook een hoog niveau van sociale zekerheid. Dat kan, maar dan moet je dus restricties opwerpen tegen arbeidsmobiliteit. Nou, dit allemaal even als input voor discussie. Er zijn kosten en baat verbonden aan arbeidsmobiliteit. En ik hoor graag jullie mening. Heeft iemand vragen voor Marieke? Of een vraag? Zo.
Sjaal moet nog even bijkomen van je verhaal. Waarom laat je het trilemma zien? Ik bedoel, heb je zelf een idee waar we als Nederland zouden moeten zitten? Ik bedoel, je zei van tevoren, nou, ik wil een beetje de advocaat van de duivel zijn. Ik wil best wel even een pleidooi houden voor meer liberale arbeidsmarkt of een vrije arbeidsmarkt. Maar heb jij zelf ook een idee waar we zouden moeten zitten? Wordt dat dan heel politiek? Nee, ik ben onderzoeker, hè? Ik ben wetenschapper. Ja, maar daar misschien geen, zeggen de onderzoeken waar je moet zitten. Dat kan natuurlijk. Nou, wat mij wel opvalt is dat de mensen die heel erg de voordelen van globalisering van goederenmarkten benadrukken, in het verleden veel hebben benadrukt, pro-vrije markt, dergelijke, zijn vaak ook de mensen die tegen globalisering van arbeidsmarkten zijn. En dat is wel een interessante contradictie eigenlijk. He, dus als je Ricardo wilt verdedigen, dan moet je eigenlijk voor allebei zijn. Maar dat is dus heel moeilijk. Als het is een taboe eigenlijk. Ja. Maar ik had wel het idee dat je wat dingen... Je was wel heel met grote stappen snel thuis. Want vluchtelingen vind ik toch weer iets anders dan kennismigranten. Of dat mensen uit de Europese... Dat is natuurlijk ook in de Brexit is dat ook wel heel erg fout gegaan. Want toen deed Farage natuurlijk ook. Of mensen uit Syrië, Polen. Dat werd allemaal door elkaar gegooid. Maar daar is ook nog wel verschil tussen, toch? Immigratie is niet één. Nou, politiek vluchteling is natuurlijk een apart geval. Hoewel niet iedereen het daarmee eens zal zijn. Maar het is wel een feit. We hebben net toevallig een stukje deze week in ESB gepubliceerd over... Als je kijkt naar Syrische vluchtelingen. Hè, een heel groot debat in Nederland. Wat moeten we met al die vluchtelingen? Het zijn er dus ongeveer 67.000, heb ik geteld. Sinds 2013. In totaal waren het er 5 miljoen. Dus waar hebben we het over? Hè? Op totaal. Maar goed, Nederland heeft dan 67.000 Syrische vluchtelingen opgenomen. Als je kijkt, wat heel interessant is, die zijn allemaal heel gemiddeld, heel hoog opgeleid. En toch hebben ze nog geen baan. De meeste. Ja. Dus dat vinden wij een interessante puzzel. En we vinden dat daar meer onderzoek naar gedaan moet worden. Maar ja, volgens mij is dat niet alleen een vluchteling-issue. Als je ervan uitgaat dat het niet heel tijdelijk is en dat daarom niet gezocht wordt naar banen. Want er wordt wel degelijk gezocht naar banen. Maar je ziet hetzelfde bij tweede en derde generatie Turkse en Marokkaanse Nederlanders. Die hebben inmiddels, spreken net zo goed Nederlands als Nederlanders. En als je corrigeert voor achtergrond, voor sociaal-economische kenmerken, doen ze het nog steeds slechter op de arbeidsmarkt in Nederland. Dus maar goed, dat is een beetje een ander onderwerp. Maar daar gaan wij ook verder onderzoek naar doen. Mooi. Vragen, geen vragen? Dan wil ik jullie graag even... Oh ja, toch, bingo. Hoi. Ja, ik vroeg me dus af. Ik denk dat we die transitiekosten enorm onderschatten. Die zijn veel meer... Dat stip je natuurlijk ook aan. Dus je zult misschien niet meer wel oneens zijn. Maar die zijn veel meer dan economisch. Mensen hebben een hele netwerk om zich heen georganiseerd op een bepaalde plek. En dat is heel lokaal. Op een bepaalde manier zijn mensen veel lokaler dan dat je denkt eigenlijk. Heb je enig idee waarom dat in Europa meer zo is? Dan in Amerika. Nou, er is ook wel discussie over. Hè, als je het hebt over optimal currency area. Wat is een optimale... Currency area, bijvoorbeeld voor de hele discussie over de eurozone, van is Europa wel een optimal currency area? Is er wel aan de eisen voldaan? Dus een van de eisen is arbeidsmobiliteit. En in die discussie is ook al lang geconstateerd van, nou ja, nee, in Europa is die arbeidsmobiliteit heel erg laag. Maar in Amerika is het veel hoger. Maar dat zou ook kunnen zijn, de arbeidsmobiliteit kan ook endogeen zijn. Dus je kan ook zeggen, nou ja, integreer eerst die markt en hebben een gezamenlijke munt, zoals in Amerika. En dan komt het vanzelf wel met die arbeidsmobiliteit. Nou, ik denk dat taal ook wel een hele belangrijke rol speelt. Dat is natuurlijk in de VS ook. Maar goed, dat is ook, ook deels endogeen. Op een gegeven moment zijn ze gaan besluiten, laten we allemaal Engels gaan spreken. Dus ik denk het is een heel lang proces en er zijn meer dingen endogeen dan je denkt. Ik denk dat dat sociale trilemma wat u er geeft en op de achtergrond dat trilemma van Roderick, dat laat heel duidelijk zien wat in het begin min of meer al naar voren kwam. Economen zijn steeds bescheidener geworden. De oude economie van Ricardo wordt ingewisseld met een nieuw soort economie, zoals dat netjes is uitgelegd. Is heel aardig.
Dat betekent dus een verruiming van het economische veld, wat ook actueler is geworden daardoor. Maar het begint langzamerhand duidelijk te worden dat hoeveel disciplines je erbij haalt, met name uit de sociale en de psychologische hoek ook, dat we zelfs er dan nog niet goed mee vandaan komen. Want het punt is dat de mensen, de gewone mensen en vooral de gewone ontevreden mensen, die hebben helemaal niks met wetenschap. Die zitten te denken op een microniveau en zouden dus macro moeten ook gaan redeneren, wat ze helemaal niet interesseert. Dat levert hun niks op. Zeker niet als zij in die categorie mensen zitten, waar eigenlijk de voordelen zeer bedenkelijk zijn, om niet te zeggen er zijn meer nadelen dan voordelen. Kortom, de hele visie op hoe we met deze zaken moeten omgaan, die staat op tilt en die levert heel veel onzekerheden op. En het is een constatering die u doet eigenlijk. Ja, en het meest interessante is... Dank u wel dan. Ja, nee, maar dan hou... U heeft geen vraag. Ja, dat vind ik heel mooi, daar gaan we dan lekker op door. Mag ik jullie alle drie even uitnodigen? Want wat meneer daar wel natuurlijk wel heel terecht zegt is, ja, heel fijn wat hier allemaal gebeurt in de balie. Maar ik voel het niet zo. Dus ik wil toch even aftrappen dan met de licht filosofische vraag. Kijk, toen we begonnen met die Europese Unie in de jaren 90, dachten we natuurlijk, we gaan convergeren. We worden allemaal één standaard blije Europeaan met werk en welvaart. En het wordt allemaal fantastisch. En je ziet toch dat aan alle kanten kraken. En zeker, Laura, als jij dan ook net schetst, ja, met zo'n Brexit-onderhandeling, kunnen die Hongaren of die Polen er wel eens anders in zitten dan wij hier? Kun je inderdaad de vraag stellen, kijk naar wat er nu in Italië gebeurt. Is er nog genoeg wat ons bindt? Of zul je nog meer spanning gaan zien op dat model van een EU uit de jaren 90 met convergentie, waarvan we gewoon zien, het gaat uit elkaar. Ik weet dat het een hele moeilijke vraag is, maar ik wil hem wel heel even neerleggen. Mag ik bij jou beginnen? De vraag, het antwoord is natuurlijk of je als econoom dat weet. Dus ik denk dat wat we alle drie, ondanks dat we wat verschillende zaken hebben benadrukt, maar goed, Laura en ik kunnen voor zichzelf spreken, is dat de economische analyse wijst een aantal zaken aan. En waarom burgers dat uiteindelijk wel of niet geloven, als we zeggen, we hebben een eerlijke analyse, dit is ongeveer wat we weten. En het is minder eenduidig dan we misschien vroeger dachten. Een aantal zaken weten we natuurlijk ook nog wel. En het idee dat bij het Europese project ook veel meer speelt dan alleen economische factoren, is denk ik heel erg belangrijk. Dus de economische kennis brengt je tot een zeker punt, of een zekere inkleuring van de discussie. Maar het zou denk ik raar zijn om van economen te verwachten om dan te zeggen waar slaagt dat project of wel of niet. Maar economisch, daar heb je wel verstand van. Zie je wel dat dingen uit elkaar lopen als je kijkt naar economische groei, dus dat is een groot probleem. Dus ik denk dat het probleem met de EMU of het eurogebied, om het daar maar even toe te beperken, is het woord optimum currency. De ironie is dat in het jaar dat we besloten dit te gaan doen, 1999 of eigenlijk 98, maar 99 is de soort formele start. Net voor de fysieke introductie van de euro in 2002. In 1999 werd de Nobelprijs voor Economie uitgereikt aan Robert Mundell. En de grondlegger die eigenlijk zei, als je het zeg maar interpreteerde, dat moet je niet doen. Want, en het geloof was, dat wisten ook centrale bankiers, ik heb zelf ook een tijdje bij de centrale bank gewerkt, ook wel, maar we hadden de redenering omgedraaid, dat de convergentie die er nog niet was, was aanvankelijk de gedachte, daar was ik onderzoek voor, zou worden afgedwongen doordat je één munt zou gaan creëren. Dus ja. En dat is niet gebeurd, in tegendeel in zekere zin. En daar betalen we ook een prijs voor. En de financiële crisis heeft dat een tijdje verdoezeld. Maar uiteindelijk is natuurlijk het grote probleem dat je nog steeds kunt afvragen of het wel terecht is dat Griekenland en Duitsland met al hun economische verschillen überhaupt in één muntunie zitten. Maar ja, dat is nu één keer zo. Mm-hmm. Zou je kunnen zeggen, ja, dat geldt ook voor Texas en Wisconsin, ik noem maar wat, of Wyoming. Twee zeer verschillende economieën. Maar daar is nou het punt dat ze eerst een politieke unie hebben vastgesteld en daarna monetair één zijn geworden. Wij hebben het unieke historische experiment, misschien hebben we te veel naar de economen geluisterd. Eerst de monetaire unie en de rest van wat allemaal, dat zou wel komen, de arbeidsmobiliteit, de politieke eenwording. Nou, dat is misschien een misrekening als het niet gebeurt. Ja, ik vraag het ook, Laura, omdat je natuurlijk,
we hebben natuurlijk ook besproken vanavond, ja, als econoom moet je toch ook die politieke inschattingen gaan doen. Hè? Wat je net ook zei, van voor je model moet je toch gaan kijken. Ja, wordt onder druk alles vloeibaar? Als er rijen komen bij de douane, dan gaat mee misschien toch over de brug. Je moet dat toch in je model gaan stoppen. Het lijkt me dus razend lastig. Dat is de input voor het model. Is model, maar dat is de input die erin stopt. Ja. Daar zit denk ik de truc. Ik denk dat kijk, de meeste unies die zijn gevormd, even ter vergelijking, hè, die zijn onder te wapen gevormd, hè, even voor de helderheid. En wat dat betreft is de Unie natuurlijk eigenlijk, de Europese Unie is eigenlijk een reactie op al dat wapengekletter uit de Tweede Wereldoorlog. In een poging om het vreedzaam op te lossen. Dus dat is denk ik wel een groot verschil. Want je kunt zeggen, ja, de VS hebben ze het anders gedaan. Ja, ze waren een Unie. Ja, ze waren gewoon gewapend en al zijn ze een Unie geworden. Hè, tegen heug en meug voor sommige delen. Dus ik heb dan toch, ja, dat heeft wel een andere, wat dat betreft is het experiment wel wat anders. Ik denk dat waar je zekere optimisme, laat ik het zo formuleren, kunt zeggen, is dat. Ik denk dat het convergentieproces wat werd voorzien, hè, met ook criteria, en dan moest je dan voldoen en als je dat dan voldaat. Ik denk dat er een soort naïef idee was dat een deel van de landen zou zijn zoals wij. Een Nederland die heel lang had geleerd dat als je je aan de Duitse markt ophangt, dat dat ook betekent dat je een bepaald type beleid voert. Hè. In ieder geval een beetje degelijkheid en niet al de rare strapatsen uithaalt. En dat het anders wordt afgestraft. En ik denk dat wat je in de Unie ziet is dat. Dat de implicatie is van lid zijn van de Monetaire Unie. Er zijn niet alleen basale verschillen tussen die landen. Er zijn ook wel basale beleidsverschillen geweest tussen die landen. En waar landen heel veel van hebben geprofiteerd, is dat het allemaal, ja, dat door het toetreden aan de Unie, hè, de rente allemaal lager werd. Dus, en die baat hebben ze niet gebruikt om hun economie nog verder op orde te brengen. Maar ja, die zijn dan andere dingen weggecijpeld. Dus ik zou niet zeggen, het is alleen maar, het was geen optimal currency area. Ja, ze hebben ook geen optimal currency area beleid gevoerd met z'n allen. Nou, en voor het woord debat ben ik met je eens, maar ik denk, het wordt naïef gebruikt hier net. Ik denk dat misschien wel de juiste constatering. We zijn wat naïef geweest over dat in het noorden, of in Nederland, laten we het houden, want we zitten hier in Nederland, om dat als waar de rest van Europa een beetje toch meer op ons zou gaan lijken, of al leek dan we dachten, ook in beleidsopvatting. Dat is niet zo geweest. We hebben vaak. De gidslandfunctie hebben we vaak wel last van in Nederland. Dat de rest van de wereld enorm van ons onder de indruk is. Ik blijf erbij dat of dat van het wapengekletter is waar. Maar het is wel een uniek historisch experiment wat we doen. Dus de monetaire eenwording in een vrij al dan niet afgedwongen losse structuur van landen. Ja. Was een gok. En die hebben we vrij rooskleuren van tevoren ingevuld. Nou, daar hebben een aantal lessen in geleerd. En nu zitten we ermee. Ik denk dat we beter af zijn met dan zonder euro voor de duidelijkheid. Maar er zijn structurele problemen die we niet morgen ook maar zo opgelost hebben. Die hebben te maken met economische verschillen. Ja. Die zou je via meer arbeidsmobiliteit. En nu zijn we rond al wat aan kunnen doen, maar dat hebben we net gezien. Is lastig. Niet zo makkelijk. Nee. En wat ik dan nog wel optimistisch vind stemmen, is dat je ook in je presentatie zei van, nou ja, goed, als we even niet SP, VVD, van het overkomt ons allemaal. Hè, ja. Maar er is ook vaak een overheid die negatieve effecten kan dempen of wat kan doen. Hebben jullie dan wel een idee van, nou, dat zou eigenlijk meer besproken moeten worden? Dat zou meer op de agenda moeten staan dan dat het nu staat? Ja, volgens mij is het, in Nederland hebben we een sociale zekerheidsstelsel. Dat is ook klassiek, hè, dat hoe kleiner en open je economie is, hoe vaak hoe groter je overheidssector is, juist om die golven van het buitenland te dempen. We hebben dit jaar gevierd dat we al 50 jaar koopkrachtplaatjes maken. Ja, dat doen we natuurlijk ook niet. Dat is ook een typische Nederlandse hobby. Maar dat betekent natuurlijk ook wel dat je toch een beetje. Is dat echt reden voor een feestje eigenlijk? Zeker cynisme is mij niet vreemd op dit punt. Maar het feit is natuurlijk wel dat het iets weerspreekt over dat wij daar wel altijd alert op hebben willen zijn. Dus in die zin is er denk ik wel aandacht voor. Of mensen ook zelf, wat wij nu hier zo bespreken, ook die koppeling zo leggen van globalisering en technologie. En daar willen we mensen tegen beschermen. En daarom hebben we die sociale zekerheid. En daarom doen we aan koopgeplaatsen. En daarom, ik denk dat dat verhaal minder met onderling in verband wordt verteld. Dus daar zou je wel nog meer aan kunnen doen. En je kunt natuurlijk ook afvragen of de huidige sociale zekerheidsstelsel, of dat nu nog perfect is afgestemd op de problemen waar die mensen nu mee worden geconfronteerd. Hè. En voor een deel is overigens het feit dat Nederland natuurlijk toch relatief flexibel uitziet tegenwoordig, is voor een deel ook man-made. Hè. Dat is niet alleen maar, dan kun je wel willen dat je globalisering en de technologie daar schuld van wil geven, maar vinden wij toch niet evident, zeg maar. Ja, Nienke, dat toch ook dat verhaal van, ja, ik leg het u nog een keertje uit. Hè. Eigenlijk probeerde je dat toch ook wel te doen met immigratie. Van, ik leg het je toch nog maar eens even uit, het is eigenlijk heel goed. Ja, dat wordt te weinig uitgelegd eigenlijk. Ja, vind je? Die voordelen misschien zit ik in zo'n Twitterbubbel, maar ik zie wel. Globalisering op de arbeidsmarkt. Nou, omdat iedereen
wel weet wat al de nadelen zijn. En dat, die zijn zo hoog, blijkbaar, hè, dat mensen het niet willen. Maar ik vind ook interessant wat Harry zegt, want inderdaad in dat hele project van die eurozone, de introductie van de euro, economen wisten wel dat arbeidsmobiliteit belangrijk is. Maar het was ook zoiets van, nou ja, als er maar genoeg handel is, hè, dan kun je ook voor een heel groot deel, heb je ook factor price equalization, hoeven mensen eigenlijk niet verhuizen, als de bedrijven maar verhuizen, zo'n soort idee. Maar dat geldt natuurlijk niet voor de non-tradables, hè, dus al die diensten die ik noemde, hè, grasmaaien, kappers, maar hè, alles is tegenwoordig een diensten geworden bijna. Dus dat blijft een enorme arbeidsmarkt die niet geïntegreerd is. En wat ik gewoon interessant vind, ik spreek niet per se een oordeel uit, maar wat ik interessant vind is dat, hè, het is algemeen wel behoorlijk tot een hele hoge hoogte geaccepteerd dat we nu de action hebben in plaats van de blokker, zeg maar. Terwijl de blokker importeerde waarschijnlijk ook al uit China, maar oké. Dat we geen schoenen meer produceren in Nederland, geen kleding meer. Hè, dat wordt allemaal uit China gehaald. Daar zijn mensen heel blij mee. Dat is lekker goedkoop geworden. Maar tegelijkertijd, wat ik zei, als je die arbeidsmarkt open zou gooien, zou je dus veel goedkopere diensten kunnen krijgen. En dat, volgens mij realiseert men zich dat niet. En het feit dat we dat niet doen, betekent, hè, er zijn natuurlijk redenen voor, dat er ook culturele en sociale taal en andere redenen zijn, denk ik, de belangrijkste, waarom mensen dat niet willen. En het feit dat we dus een sociaal zekerheidssysteem willen behouden. Daarom vind ik dat trilemma wel heel nuttig om, zeg maar, de afwegingen duidelijk te maken. Maar moet je dan ook niet het onderzoek doen wat Harry heeft gedaan met, want dat heeft ook met of je open staat, daar moet je dus de psychologen ook erbij halen. Want misschien kan het transactiekosten wel verlagen, want je wordt wel goedkoper. Maar ja, ik kan me ook wel voorstellen dat mensen denken, ja, dat argument komt niet meer bij me aan. Want ik vind het toch wel fijn als er iets anders wordt gesproken dan Pools in mijn dorpje, waar nu iedereen de tomaten plukt. Hè? Dat zijn vaak natuurlijk dat soort gevoelens die er leven, dat die tomaat dan heel goedkoop is. Ja. Dat voelen we dan toch anders. In algemene zin denk ik dat we, dat punt heb je inderdaad gemaakt, dat we voor die, het gaat niet om het gelijk, dat we voor dat soort factoren meer oog zouden moeten hebben. En in aanvulling, de analyse van Laura deel ik wel, maar als je kijkt naar in Nederlandse termen althans, en in heel veel andere landen zie je hetzelfde, dat het verhaal dat we nog steeds, dat we ook eigen keuzes en dat we goede instituties hebben en die wel onderhoud nodig hebben en dat we, het probleem is alleen dat als je kijkt naar voting by feet, als je nou kijkt naar wat er in de politiek, dat heeft ook meerdere redenen, maar ik denk dat het ook hiermee te maken heeft, is er een enorme uitwijking naar de politieke flanken, ook in Nederland. Het politieke midden is niet weggevaagd, maar is uiterst instabiel geworden en is ook gekrompen. En dat heeft deels volgens mij met deze ontwikkelingen te maken. En ik denk dat politici en al die mensen die dat zich aanrekenen, dat we op zijn minst beter ons best zouden moeten doen om het goede verhaal, wat we in principe wel hebben, toch over het voetlicht te krijgen. Als blijven hangen in van, ja, jullie snappen het niet, voor je het weet, dan moeten we dus een buitje uit weg. Dus ook de zaaltjes in, ja, eigenlijk. Dit gezegd hebbende, en over mobiliteit gesproken. Moet jij naar de trein? Ik ga naar huis, want ik woon in Groningen, dus ik ben heel mobiel, maar ik moet wel. De laatste trein. Je moet naar de laatste trein. Nou, ik heb een taxi hier bij me. Zijn er mensen die nog vragen hebben, of zullen we dat dan bij de bar doen? Ja. Ja? Als je maar vragen aan mij hebt, dan mag je mij mailen en zo, maar ik moet echt. Ga jij anders je tas pakken? Heb jij ook een vraag voor Harry of voor iemand anders? Oké. Okay. Ik geef toevallig een cursus International Trade aan de UNA. Ja. Wat moet ik nou hier aan, als ik meeneem, wat moet ik veranderen? Harry, dankjewel. Ja. We zwaaien je allemaal uit. Ja, dankjewel. We hopen dat je trein haalt. Ja. Hartstikke bedankt. Tot ziens. Hoi. Dat was Harry Kaart. Dat vind ik wel heel positief, dat we in ieder geval dus al zeggen, nou, moeten we dan in het curriculum iets anders doen. Zijn de economen bescheidener geworden de afgelopen jaren? Op dit punt?
Ja. Nou, wat ik wel heel positief vind, ik weet nog, toen ik economie studeerde aan de UvA, was ik een soort roepende in de woestijn van, nee, maar mensen zijn helemaal niet rationeel. Waarom gaan al die modellen er maar steeds van uit dat mensen rationeel zijn? Daar is nu zoveel aandacht voor. Met, Harry is net weg, maar hij is ook bezig met behavioral economics, economie en psychologie. En dit is ook, hè, food for thought. Van, ik denk dat economen inderdaad bescheidener zijn en nu proberen te begrijpen, hè, van waar dat antiglobalisme, van waar dat... die Trump-stemmers, die Brexit-voters. Ik denk dat we daar heel veel van kunnen leren eigenlijk. Mm-hmm. Dus hebben we iets niet aangeraakt waarvan jullie zeggen, nou, dat had ik toch zeker wel verwacht als vraag of als punt of als... Zijn we iets... Ik weet dat we dit op kunnen lossen, hoor, vanavond. Je hebt nog een vraag? Dan gaan we nog even naar een vraag. Dan gaan we lekker aan de spa houden van een biertje. Nou, je vraagt wat er niet aangeraakt is als onderwerp. En dan denk ik de geldcreatie. Als er iets een verklaring geeft voor die grote stijging van de inkomensongelijkheid, is het wel juist die grote geldcreatie. Door het Fed, door de ECB, door de Bank of England, door de Bank of Japan. Kijk, het gemiddelde gaat omhoog, maar de mediaan die blijft vrijwel gelijk. En daarvoor zit de onderklasse, die zit met elkaar op één laagje. Dus dan concurreren de mensen uit Nederland met die van Polen. Geldcreatie. En iets... Ander thema, monetaire verruiming. Ik weet niet of ik dat helemaal goed bij jullie kan neerleggen. Maar lage rente is... Nou, je hebt wel vandaag iets gepubliceerd over de rente. Lage ja. rente is al iets wat veel langer aan de gang is dan we monetaire verruiming hebben. Dat weten we. Ja, nee, de lage rente die we tegenwoordig hebben is voor een deel verklaarbaar door structurele factoren. Door demografie, dat we allemaal ouder worden, andere productiviteit... Ook voor een deel door het onconventionele monetair beleid, zoals dat dan heet. Maar dat verklaart het zeker niet, niet allemaal. De stijgende ongelijkheid. Kijk, ik vond zelf, mensen zien dat altijd heel variabel, hè, die olifant. Maar zelf vind ik dat eigenlijk het succes van het... Je zou toch eigenlijk denken, al die jaren dat Nederlanders ontwikkelingssamenwerking hebben gegeven... zouden dit toch als één groot succesnummer moeten vieren... dat de grote groepen van mensen uit de allerlaagste inkomensklassen zijn gehaald... en allemaal net armoede in grote mate zijn ontstegen. Dat betekent natuurlijk wel dat ja, de wereldeconomie, dat wie belangrijk was ooit... minder belangrijk wordt en dat andere mensen dan opkomen. Dus ja, dat het VK of in China mensen of in het VS mensen gefrustreerd zijn dat China opkomt, snap ik wel. Maar dat is wel... ja. China is gewoon enorm groot. En als ze dan eindelijk hun plaats nemen in gewoon hun productie draaien... wat enigszins verwacht zou kunnen worden... moet je daar later ook niet somber over zijn. En volgens mij is dat wel een van de... Hè, dus je kunt zeggen, ja, geldcreatie heeft geleid tot grotere ongelijkheid. Ik denk dat het juist een hele sterke mate ongelijkheid heeft verminderd... maar wel op wereldschaal. En dat is wel een... dat zou je ook wel als een plus kunnen zien. Ja, je krijgt iets breder. Oké. Ik wil graag eigenlijk afronden. Of had jij nog iets op je lever, Marieke? Ik kan heel lang praten over monetaire verruiming. Ik heb bij het IMF gewerkt, maar dat kunnen we wel tijdens de borrel doen. Bij de borrel gaan we doen. Oké. Okay. Mag ik jullie heel hartelijk bedanken voor jullie aandacht, jullie actieve houding, alle vragen die jullie op ons afgevuurd hebben. Bas, wil jij nog afsluiten of zeg je van... Nee, natuurlijk. Natuurlijk, nou. Ja, sluit dan af. Dank je wel. Ja, dus hartelijk dank dat iedereen hier was. Hartelijk dank ook aan de sprekers. Harry is helaas mobiel geworden. Maar Nienke, dank voor je bijdrage. Laura, hartelijk dank. En Hella, dank voor het feit dat jij dit heel mooi hebt begeleid. Volgend jaar hebben we weer een lezing. Het onderwerp ken ik nog niet. Het zou zomaar technologische verandering kunnen zijn, maar misschien ook wat anders. Dus tot volgend jaar. En dat had ik nog moeten zeggen, ja. Ja, de KVS organiseert op 12 juni in Amsterdam, in Dauphine, haar volgende event. Dat is al binnen 2 weken. En dat gaat over de platformeconomie. Met hele interessante sprekers. Onder andere Koen Frenke uit Utrecht en Hanneke Bennaars van de UvA. En de derde ben ik even vergeten. Paul de Bijl, ook ex-CPB. Je ziet ze overal. Dus hartelijk dank dat jullie hier aanwezig zijn geweest. En tot de volgende keer.